Goedenavond, dames en heren. Welkom. Welkom, commissieleden. Welkom, collegeleden, directie, mensen op de publieke tribune, de pers. We hebben met elkaar, en sommigen van u hebben dat al meegemaakt, een persmoment gehad hier met de bekendmaking dat de coalitie rond is. En ik wil daarom nu aan de heer Ramaker en mevrouw Ramerman nog even de tijd geven of dus het spreekgestoel te geven, wel gewoon aan achter uw eigen microfoon, om dat nog even nader toe te lichten. Meneer Ramerman, mag ik u als... Ramaker, dat was niet expres. Ja, dat zal me nog lang achtervolgen. Ja, welkom in de raadzaal, ook namens mij en Betsy, namens de nieuwe coalitie. Witte rook in Dallassen en na 7 weken na de verkiezingen zijn we eruit. We hebben een nieuwe coalitie en voor velen is dat denk ik niet zo'n verrassing, maar het is de coalitie gemeentebelangen CDA. We hebben zaterdag de laatste hand gelegd aan het document, het coalitiedocument. En ik ga straks het document samen met Betsy overhandigen aan de lokale burgemeester, want onze eigen burgemeester is met vakantie. We hebben ook de wethouders bekendgemaakt. Nou, voor gemeentebelangen zitten er twee wethouders. Ruud van Leeuwen is tevens de loco. André Schuurman ook voor gemeentebelangen en Jan Uitslag namens het CDA. En met het coalitiedocument wat we straks overhandigen kan de coalitie weer aan de slag. Of het nieuwe, en ook het nieuwe college van BMW voor de komende 4 jaar. En we roepen het college op om het coalitie te vertalen in een bestuursprogramma en een kalender, zodat alle onderwerpen weg kunnen gezet worden in de tijd. Dus logo, ik kom samen met mevrouw Ramerman zo u het document overhandigen. En Betsy die zegt nog iets van het bestuursprogramma. Het coalitiedocument. Coalitiedocument, ja, sorry. Het coalitiedocument is zojuist al overhandigd aan de overige fractievoorzitters. En zoals net gezegd wordt het overhandigd aan de heer Van Leeuwen, de loco. Het document is tot stand gekomen in overleg met gemeentebelangen en CDA aan de hand van het, de raadsagenda die gemaakt is door alle fracties als startdocument voor deze raad. En natuurlijk de verkiezingsprogramma's van het CDA en gemeentebelangen en het overdrachtsdocument van het college. De belangrijkste punten uit het document zijn burgerparticipatie, klimaat en duurzaamheid, transformatie van het sociaal domein. Een zelfstandige gemeente, want dat wil Dalfsen zeker blijven. En dan met een solide financieel beleid. En het document heet Dichtbij Dalfsen Dichtbij. Dat wil zeggen, we willen dichtbij onze inwoners staan. We willen ze betrekken. En we willen zorgen dat het hier fijn wonen en werken blijft. Tot zover. Dank u wel. Dan gaat u nu over tot overhandiging aan het loco, burgemeester. Dank u wel, meneer Ramaker en mevrouw Ramerman. Heb ik bijna mijn opening erop zitten. Het zij ik nog moet melden dat de heer Kouwen namens CDA als commissielid aanzit in verband met de aanwezigheid van de heer Uitslag bij het college. En dat de heer Van Lente van gemeentebelangen zich afgemeld heeft voor vanavond. Punt 2 van de agenda, spreekrecht burgers. We hebben 1 aanmelding om in te spreken en dat is de heer W. van der Vecht over het agendapunt stedenbouwkundige invulling en ontsluiting locaties Koesteg. Meneer van der Vecht. Zoals u al weet hebt u 5 minuten de tijd. Nou, dat is al een geruststellende gedachte. Blijf je na de tijd nog even staan als er nog vragen gesteld moeten worden. Helemaal goed. Allereerst gefeliciteerd met een mooie coalitie. Die je goed mag besturen en mooie, mooie dingen hier mag doen voor de gemeente. Leden van de raadscommissie. Ik sta hier namens omwonenden van de Koesteeg, Winkelkamp. Ik mag ook praten namens de omwonenden.
over een issue wat al jarenlang speelt. Er zijn een aantal zaken, zeg maar, de revue gepasseerd de afgelopen jaren die u misschien als nieuwe raadsleden niet helemaal weten. Dat hebben we op papier gezet, daar hebben we over gesproken. En ik wil graag, zeg maar, daar een kort verhaal over doen, zodat iedereen ook weet, zeg maar, waar het staat. En dat er waarschijnlijk ook wel een hele mooie oplossing is. Want het blijft een hele mooie gemeente waar we in wonen natuurlijk met elkaar. En een oplossing moeten we denken. Ik heb nog nooit ingesproken, dus ik heb een papier. Ik ga dat vanaf lezen en ik hoop dat alles duidelijk is. In de inleiding van dit raadsvoorstel wat voor ligt, wordt gesteld dat er in het verleden een plan lag voor 10 rijtjeswoningen. Dat plan is na kritiek van de buurt gewijzigd in het plan met 8 201 kapwoningen. Daar houdt de inleiding op. En wij als buurt kunnen hier ons niet in vinden. We vinden dat er geen recht doet aan het afgelopen jaar. Dit plan is namelijk niet een plan zoals andere plannen die er zijn. Want in 2006 zijn er afspraken gemaakt voor de ontwikkeling voor deze locatie. En er is destijds afgesproken dat er 4 vrijstaande woningen gebouwd zouden worden met ontsluiting voor alle verkeer op de Koesteeg. En door fouten in het bestemmingsplan van 2012 en door fouten van het bestemmingsplan in 2016 en ook door een voorbereidingsbesluit waarvan wij aanwonen het idee hebben dat ons in de weg staat, zijn wij nu tegen onze zin verzeild geraakt in dit proces. Want let wel, wat ons betreft had het oude bestemmingsplan nooit gewijzigd hoeven te worden. Wij hebben als aanwonenden hierin ook nog vele vragen die nooit beantwoord zijn. Punt 1. Zo vragen wij ons bijvoorbeeld af hoe het kan dat het in het bestemmingsplan 2016 niet hetzelfde is als het bestemmingsplan 2012. Punt 2. We constateren immers dat het bestemmingsplan van 2016 gewijzigd is ten opzichte van 2012. En waarom is het dan niet in één keer goed gewijzigd, zodat het weer voldeed aan de afspraken die we in 2006 hebben gemaakt? En ten derde, de gemeente stelt dat het voorbereidingsbesluit heeft genomen om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Maar over welke ongewenste ontwikkelingen heeft de gemeente het dan? Het laatst geldende bestemmingsplan, dat is het bestemmingsplan van 2016, is immers één blokje van 4 woningen. En zoveel risico op ongewenste ontwikkelingen lopen wij als aanwonenden dan toch niet? Kenmerkend voor dit proces is het gebrek aan transparantie, waardoor wij als aanwonenden niet het idee hebben dat wij ook echt gehoord worden. We hebben dan ook het sterk idee dat andere belangen zwaarder hebben gewogen dan onze. En dat zien we ook terug in dit plan. Toen we na de zomer van 2017 het gesprek met de gemeente zijn aangegaan, hebben we aangegeven dat we ondanks de afspraken bereid zijn mee te willen denken aan 8 201 kapwoningen. Hierbij hebben we voorwaarden gesteld dat we niets gewijzigd willen zien in de andere kernwaarden van de afspraken van 2006. Dus geen achterpad en geen ontsluiting op de winkelkamp. En wij vinden ook dat als we op deze punten water bij de wijn zouden gaan doen, dat er niets meer overblijft van de destijds gemaakte afspraken. Want wat zijn afspraken dan nog anders waard? En daarom begrijpen we dit voorstel ook niet. U vindt in de bijlage een overzicht met 5 mogelijke ontsluitingsopties voor dit plan. Let wel, dit plan is ons wederom in de brievenbus geduwd, zonder dat er overleg heeft plaatsgevonden. En dat vinden we erg teleurstellend. Het voorstel dat het college u doet, voorziet in een plan van 8 201 kapwoningen met ontsluiting voor auto's op de Koesteeg en fietsers en wandelaars op de Winkelkamp. Dit is optie 3. En voor optie 3 geldt zowel de buurt... U hebt nog een half minuut, meneer Van der Weg. Oeh, kijk, ja, daar gaan we heel hard. Voor optie 3 geldt dan zowel de buurt als het Veilig Verkeer Nederland tegen is. Het college geeft in deze bijlage aan dat er ook een optie is die zowel voor Veilig Verkeer Nederland als de buurt gedragen kan worden. En dat is namelijk optie 5. En waarom wordt deze optie 5 dan vanavond niet in uw raad voorgesteld? In de raadsvergadering van 26 juni 2017 zei de heer Agricola, als het niet tot een overeenkomst komt met de buurt, dan worden er gewoon weer 4 woningen. Dan wordt het gewoon weer 4 woningen. Voor de duidelijkheid, dit plan met bijna ontsluitingen conform optie 3 bestaat geen overeenstemming met de buurt. Hoe is het dan mogelijk dat het college toch met dit voorstel komt? Begrijpen doen we dit niet. Dit terwijl de oplossing zo dichtbij lijkt. Indien het raadsvoorstel optie 5 wordt opgenomen, ligt er een plan waar alle partijen zich in kunnen vinden. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van der Vecht. Ik kijk even de commissie rond. Zijn er nog aanvullende vragen aan meneer Van der Vecht? Meneer Veldhuis, VVD. Ja, ik heb even een vraag. Is het zo dat, dat het u vooral gaat om de ontsluitingsopties die op het moment voorliggen, wat het voorstel u... Correct. Ja, dus het voorstel van die 8 woningen, daar bent u wel voor? Ja, daar willen we mee bewegen. Dat hebben we ook gezegd, want er ligt eigenlijk gewoon een plan zeg maar, voor 4 woningen. We hebben meebewogen zeg maar, met de buurt dat we zeiden van, dan willen we wel meebewegen naar 8 woningen. Maar dan de rest van de ontsluitingen, dat blijft wel koers tegen. Anders gaan we weer terug naar 4 woningen. Meneer Raamaker. De optie 5 was met de middengeleiding, zeg maar dat de voetgangers en de fietsers en alles dus over moet steken. Klopt. Vindt u dat een veilige situatie? Ik heb het wel voorbereid ook zeg maar deze vraag. Ik pak even, want ik dacht al dat die vraag zou komen. Als dit nu een inbreidingsplan was geweest, dat procedureel gezien geheel correct was verlopen en met de burgerparticipatie die uitmuntend was geweest, dan zouden we hier niet anders hebben gestaan. Want laten we eerlijk zijn, natuurlijk snappen we dat de afweging van veilig verkeer in Nederland. Echter, zoals nu al eerder is gezegd, zijn we slachtoffer van de achtereenvolgende fouten in de bestemmingsplan 2012 en bestemmingsplan 2016. Ook zijn we slachtoffer van een voorbereidingsbesluit waarbij de belangen van de aanwonenden geschaad zijn. En tot slot zijn we slachtoffer van een proces waarbij de wethouder zijn woord niet houdt. Hij heeft immers beloofd dat als er geen overeenstemming zou zijn met de buurt, dan zouden het weer 4 woningen worden. En in die context vinden we dat het de plicht zou moeten zijn van de gemeente om ons maximaal schadeloos te stellen. En dat kan, voor alle duidelijkheid, optie 5 is een plan waarbij zowel veilig verkeer in Nederland als de aanwonenden akkoord gaan. Die mensen hebben daarvoor geleerd, die hebben gezegd, optie 5, dat is een perfect plan. Het is mij dan ook, het is ons hè, dan ook een raadsel waarom dit plan hier niet voor ligt in de vergadering. Ja, we hebben het in de fractie ook besproken, maar wij vinden het een onveilige situatie als je met de kinderen die dus weer, ook weer naar de Kampmans weg moeten, om die rondtonde nog weer over te steken, en die hebben we hier ook als raad al vaker binnen gehad, dat ook een onveilig punt is. Dus dan maak je bouwt eigenlijk 2 gevaarlijke punten extra in, terwijl je op een gegeven moment anders... Meneer Raamaker, de discussie krijgen we straks in de commissie. Ik geef alleen maar even aan dat wij erg onveilig vinden en u vindt hem wel veilig. Dus ja, veilig verkeer Nederland vindt het veilig. En die mensen hebben er denk ik voor gestudeerd en die zegt van nou, dat is een hele goede optie. Dat is de second best optie wat ze hebben gezegd. Ja. En nu ligt er een optie zeg maar wat geen second best optie is. Dus bij ons blijft gewoon de vraag, waarom ligt optie 5 nou niet hier op tafel? Dat is echt gewoon een hele vreemde zaak. Duidelijk, zijn er nog meer vragen? En meneer Veldman, ChristenUnie. Ja, ik hoor wel met name om wat er wel of niet is gezegd of wat er wel of niet is gebeurd over de procedure. Maar wat is nou inhoudelijk voor de aansluiting, stel dat die op de winkelkamp zou gaan, zeg maar wat. Wat is dan inhoudelijk het bezwaar van de inwoners dat die... Los van toezeggingen wel of niet, hè, daar wil ik even van afblijven. Maar wat is inhoudelijk jullie bezwaar daartegen? In 2006 hebben we afspraken gemaakt met de gemeente toen ook zeg maar, met de bestemmingsplanwijziging. Met die voorwaarden. Belang dat wij zeg maar, ook geen verkeer in de straat krijgen. Er ligt ook al een uitritten zeg maar, voor de Koesteeg, liggen er nu ook al. Die zijn bestaan, ook van de boerderij. Daar zijn we ook op doorgegaan toen het tijd. Meneer Schrijver, D66. Ja, dank u wel voor uw toelichting. Ik was nog eventjes benieuwd naar het verband wat er door u wordt gezien tussen de bouwplannen en de ontsluitingsplannen. Omdat daar duidelijke keuzelinken gelegd worden. En de ontsluiting op zich, de opties die hierin staan, dat zijn verkeerstechnische afwegingen. En de bouwplannen, dat zijn eigenlijk de zeg maar, exploitatieafwegingen van de inbreidingslocatie. En welk verband ziet u daartussen? Toen in 2006 hebben we dus, zeg maar, de afspraken gemaakt. Er is op een gegeven moment zeg maar, die bestemmingsplannen zijn gewijzigd. En dat was namelijk zeg maar, wel, die hebben we toen wel bij elkaar gevat.
Dus wij zien, zeg maar, als we ook als omwonenden, zien we dus niet, zeg maar, alleen de bouw en de ontsluitingen, zeg maar, als een punt. Die horen bij elkaar. Dank u wel voor de beantwoording. Ik ga nog even rond. Ik zie verder geen vragen meer. Dan dank ik u, meneer Van der Vecht, voor uw inbreng. En we gaan zo verder over dit onderwerp spreken. Oké, dank u wel. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we nog eerst de agenda vaststellen. Ik neem aan dat we de agenda doen zoals die voor ligt. Ik zie geen reacties. Dan is bij deze dat ook vastgesteld en gaan we naar agenda punt 4. Stedenbouwkundige invulling en ontsluiting, locatie Koesteeg, verantwoordelijk wethouder de heer Schuurman. Voorbereidend, besluitvormend, ambtelijke ondersteuning van de heer Vugteveen. Welkom meneer Vugteveen. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan kernen in de raad van juni 2017... is door de raad ook een voorbereidingsbesluit genomen over de locatie Koesteeg in de kern Dalsen. Om te voorkomen dat er ongewenste ontwikkelingen optraden en om het overleg tussen ontwikkelaar, omwonenden en gemeente een kans te geven. Er is namelijk het nodige om deze locatie te doen geweest. Er ligt nu een voorstel aan de raad om de stedenbouwkundige invulling vast te stellen en een keuze te maken voor de ontsluiting van deze locatie. Op basis van het raadsbesluit dat hierover genomen zal worden, wordt een herziening van het bestemmingsplan voorbereid dat uit zal gaan van 8 woningen. Vorige week is er nog een verslag van een informatiebijeenkomst van 26 april 2018 toegevoegd aan de stukken en ook die diverse omwonenden hebben nog een reactie gestuurd. Vandaag zijn er nog technische vragen gesteld door de ChristenUnie en de VVD. Deze zijn beantwoord op het RIS geplaatst en ik wil dit onderwerp behandelen in 2 ronden. Informerend, waarin u uw vragen kunt stellen en daarna de openerende ronde waarin het standpunt van de fractie naar voren wordt gebracht. Wie mag ik in de informerende ronde als eerste het woord geven? Kijk even rond. Meneer Veldman, ChristenUnie. Ja, dank u wel voorzitter. Nou, dat we woningen nodig hebben in Dalsen, dat is duidelijk. Daar is geen discussie over. Maar de ChristenUnie vindt het belangrijk dat de gemeente een betrouwbare partij is voor haar inwoners. En dat het vertrouwen in de gemeente en politiek goed is en liever nog wordt vergroot. En ik vraag me af of het op deze manier lukt. En daarom heb ik een aantal vragen. Vraag 1. Ik zou daarom willen weten welke verwachtingen zijn er door het college gewekt in zaken aansluiting wel of niet op de Koesteeg. Welke beloftes zijn er nou gemaakt? Los van bestemmingsplanwijziging in 2006. Vraag 2. Zijn de inwoners op een juiste manier voldoende geïnformeerd over het aantal woningen, 8 of 10, en de aansluitingmogelijkheden? Vraag 3. Welk voorstel is door het college aan de inwoners middels een enquête voorgelegd? Over welke aansluiting is hierover gecommuniceerd? Is hierbij de indruk gewekt dat er een aansluiting op de Koesteeg zou komen, dus de enquête over de 8 woningen? In welke zin worden inwoners getroffen in hun privacy met aansluiting op de winkelkamp? En is de wethouder bereid om het gesprek aan te gaan met de inwoners over de afweging privacy en verkeersveiligheid? Daarnaast, we vinden het ook heel belangrijk, en ik denk dat de raad dat ook met mij deelt, de verkeersveiligheid. We hebben het zelfs opgenomen in ons raadsdocument. En ik citeer daar een deel uit. Veiligheid in het verkeer is van het grootste belang. En ik zeg er maar even bij voor alle inwoners van Dalfsen. Ik lees ook in het gemeentelijk vervoersplan dat Koesteeg op dit moment ideaal is ingericht. Daarnaast lees ik ook de doelstelling in het gemeentelijk vervoersplan. Het bevorderen van een vlotte en veilige afwikkeling van het verkeer. En mijn vraag daarbij is, bevordert dit voorstel, dus optie 3, een vlotte en veilige afwikkeling van het verkeer? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Veldman. Kijk even verder, meneer Raamaker, gemeentebelangen. Ja, we hebben ook een paar vragen, voorzitter. En dat is de eerste is, hoe breed is de bossingel richting die winkelkamp? En wat blijft er dan nog aan een erfafscheiding over? En zijn er nog meer ontsluitingen mogelijk op de winkelkamp? Of is dit de enige mogelijkheid? En er is ook sprake gekomen bij ons
dat daar een compensatie is geweest bij de inwoners. Klopt dat? Was dat een compensatie van de gemeente of van de ontwikkelaar? Dat zijn onze vragen. Dank u wel, meneer Raamaker. Meneer Kouwen, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ook vanuit CDA een aantal vragen. Allereerst over het, de voorliggende optie die in het raadsvoorstel staat beschreven. Daar lees ik ook in een van de reacties terecht aandachtspunt volgens mij dat de illegaal oversteken wat je kunt krijgen bij een aansluiting op de Koesteeg. Hè, als fietsers en voetgangers eigenlijk niet daar de overkant van de weg van de Koesteeg over te gaan. Hoe gaat de gemeente daarmee om? Kun je daar nog iets op sturen? Tweede vraag. Ja, het een en ander heeft heel lang geduurd, zoals de inspreker ook al aangaf. Wat is het beoogde tijdspad ervan uitgaande dat we nu deze maand een besluit nemen over deze locatie? En wat is daarbij de te volgen procedure? Een derde punt, het is een beetje groter dan dit onderwerp, maar in het verleden bij de behandeling van de Pniel-locatie in deze raad is er een toezegging aan ons gedaan over het onderzoek doen naar meer fouten in bestemmingsplannen in de gemeente. Omdat er bij Pneo ook al sprake van was. En hier is dat ook, heeft dat ook geleid tot veel gedoe, noem ik het maar. Ook vorig jaar met het voorbereidingsbesluit. Kan de wethouder aangeven wat de stand van zaken is van die toezegging en hoe die daar naar handelt. Tot zover. Dank u wel, meneer Kouwen. Meneer Broeren, Partij van Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou in eerste instantie even primair willen aansluiten bij de vraag gesteld door de ChristenUnie. En daarnaast hebben wij nog een aantal vragen. Ik zou graag van het college een reactie krijgen op het participatietraject zoals het eigenlijk net geschetst is door de inspreker. Ik zou graag de kant van het college daarin horen. Tweede vraag die ik heb is de afweging, hè, want daar gaat het hier heel nadrukkelijk volgens ons om als het gaat om de ontsluiting. De afweging tussen zeg maar even het plaatselijk belang, het belang van de mensen die daar wonen en de afweging van de alles als Dalfsenaar, als het gaat om verkeersveiligheid. Eigenlijk ook in het verlengde van de vraag van de ChristenUnie. Ik zie graag ook daar even de visie van het college op. En de laatste is eigenlijk dat ik graag zie, vraag aan de wethouder of hij alsnog mogelijkheden ziet om alsnog in gesprek te gaan met omwonenden als het gaat om die aansluiting, die betere veilige oplossing. Wat zijn daar nog de mogelijkheden in? Dank u wel. Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Veel vragen die gesteld zijn, daar kunnen we ons ook wel in vinden. Met name ook wil ik graag aansluiten bij de vraag van het CDA over de fouten in de bestemmingsplannen. Daar wil ik graag ook een reactie van hebben van de wethouder. En voor de rest heb ik nog even een vraag over wat ook door de inspreker is aangegeven. Het lijkt erop alsof u voorstelt om te kiezen voor optie 3 qua ontsluiting. Misschien zie ik dat verkeerd, maar dat hoor ik graag van de wethouder of dat inderdaad zo is. En ik heb daarbij dezelfde vraag van waarom kiest u voor optie 3, terwijl eigenlijk de partijen die erbij betrokken zijn, de omwonenden en de adviesgroep, beide aangeven dat dit niet de meest verstandige optie is. En dat ze eigenlijk kiezen voor optie 5. En daar ben ik even naar op zoek van waarom u daarvoor kiest. Dan nog even een vraag over de optie waar, volgens mij is dat de oostelijke kant van de Aardenwal. Ik heb in een van de reacties bij de stukken heb ik gezien dat iemand daar aangeeft van ja dat is lastig want het is al heel steil gebouwd. En als we daar nu nog een fietspad naast willen gaan leggen dan gaat dat waarschijnlijk niet passen. Hoe kijkt u daarnaar? Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Schrijver, D66. Ja, ik sluit mij ook primair aan bij de vragen van de ChristenUnie. Het proces is niet optimaal verlopen, maar ik heb nog een hele praktische vraag voor de wethouder. Want stel nu dat we die oude uitinrit van die boerderij opnieuw in gebruik nemen. Wat zijn dan de gevolgen voor de doorstroming op de Koesteeg als afslaand verkeer voorgesorteerd moet wachten op tegemoetkomend verkeer op de andere rijbaan? Als ik de drukte op de Koesteeg zie, dan zie ik files ontstaan voor wachtende auto's tot tussen de twee rotondes toe. Dank u wel, meneer Schrijver. Dan heb ik alle fracties gehad en geef ik het woord graag aan de wethouder, meneer Schuurman. Nee, of het overleg nog even met de heer Vruchteveen. Ja, dank u wel, voorzitter.
heel wat vragen over dit onderwerp. En dat is ook niet zo heel vreemd. De eerste gespreksnotities die we terugvinden, die dateren in het jaar 2000. Dus het is een dossier wat ondertussen al 18 jaar historie kent. Heel wat discussie heen en weer geweest. Vanaf afgelopen jaar is er aangegeven van kom met een aantal opties en proberen daarin zo transparant mogelijk oplossing te geven. We hebben dat gedaan door een aantal opties uit te werken. Er zijn ook een aantal opties afgevallen, maar dit zijn de opties die we onderzocht hebben om te komen tot een goede mogelijkheid. Bij het inbrengen in het college kwamen we eigenlijk ook al redelijk snel tot de conclusie dat de enige juiste oplossing er niet is. Alleen u als raad verwacht wel van het college dat we komen met een advies. We hebben daarom ook gemeend om de verschillende opties voor te leggen, zodat u als raad ook een afweging kunt maken tussen de verschillende opties. En het college geeft daarin alleen een advies af wat wij hebben bedacht dat volgens ons het beste is en wat recht doet aan wat er de afgelopen jaren is voorgevallen. Waarom hebben wij optie 3 gekozen en waarom zijn wij niet gaandeweg veranderd richting optie 5? Omdat wij het idee hebben dat optie 3 eigenlijk de oplossing is waarbij we recht doen aan het belang van Dalfsen. Wij zien als college ook de afspraken die er zijn geweest en de gesprekken die er zijn geweest met de omwonenden. En daarin is gebleken dat de voorkeur, en dat is eind april tijdens een presentatie van het voorstel wat nu voor ligt aan de buurt, ook duidelijk naar voren gekomen, dat een grote groep van de omwonenden optie 5 als voorkeur geniet. Maar u heeft ook in de stukken kunnen lezen dat er ook andere buren zijn die ook andere opties en andere voorkeuren hebben. Dus het is een heel lastige situatie. Het college heeft gekozen voor optie 3 omdat dit volgens ons recht doet aan het feit dat er op dit ogenblik een ontsluiting is op de Koesteeg en dus een aantal verkeersbewegingen mag zijn op die plek. Dus het is wel een toename omdat je van 4 gaat naar 8, maar 8 woningen. Maar ja, we hebben toch gemeend, en dat is ook wat we de vorige raadsperiode hebben gehoord, dat het zwakkere verkeer toch echt beschermd moet worden. En ja, de meest veilige situatie is volledig ontsluiten op de Winkelkamp. En ja, optie 3 is eigenlijk een compromis daartussen om te komen tot ja, een oplossing die mogelijk is. Maar het is aan u als raad om te kiezen voor hetgene wat u goed denkt. Dat was het algemene deel. Dan heb ik de vragen genoteerd. Ik zal een aantal doorspelen naar de heer Vugteveen. De heer Veldman vraagt van zijn er beloftes gedaan over de aansluiting op de Koesteeg? Nee, er is wel gesproken met de omwonenden over het feit dat men zou instemmen met 8 woningen. En dat men daarmee akkoord zou gaan en dan een ontsluiting niet via de Winkelkamp. Alleen dat is de mening en de toezegging geweest om akkoord te gaan met die 8 woningen. Maar dat zegt dus niet dat wij hebben gezegd van er komt geen auto op de Winkelkamp of er komt geen fietser via de Koesteeg. Dat is daarin dus niet de toezegging geweest. Is er voldoende info geweest? In een traject van 18 jaar is het denk ik onmogelijk om alles volledig goed te doen. De afgelopen periode hebben wij zoveel mogelijk geprobeerd om op een goede manier aan te geven wat het gevoel is geweest, wat er heeft geleefd bij omwonenden. En ook u als raad goed van informatie te voorzien op een transparante manier, zodat er naar voren komt wat de mogelijkheden zijn. Er is een enquête geweest bij de buren.
daarbij hebben we het gehad over de woningen. En daarbij is dus nog niet gesproken of hebben we niet willen pushen op een ontsluiting. Dus daarin is dat nog niet meegenomen. Worden de buren getroffen in hun privacy? Als je kijkt wat er nu ligt, dat is een groot open veld. En bedenkt dat daar een aantal woningen komt met een ontsluiting. Ja, dan betekent dat wat voor het wonen op die locatie. Er komt een erfafscheiding en dat is afhankelijk van de keuze die er gemaakt wordt. Op het moment dat u als raad besluit om volledig met auto's en fietsen te ontsluiten op de winkelkamp, dan is daar meer ruimte nodig dan wanneer u besluit om volledig te ontsluiten op de Koesteeg. Want dan hoeft daar geen pad langs. Een weg voor auto's en een fietspad en een wandelpad, dan blijft er nog een meter over aan de noordelijke kant. Mocht er gekozen worden voor de variant, de meer ruime variant, dan blijft er een strook van 4 meter ongeveer over aan die kant. Is dat voldoende? Ja, dat is weer aan u als raad om daarover een afweging te maken. De meest vlotte afhandeling, is dat optie 3? Nee. De meest vlotte afhandeling voor het verkeer op de Koesteeg is alles via de winkelkamp. Want dat zorgt ervoor dat je geen extra bewegingen krijgt direct op de Koesteeg. En elke extra beweging op de Koesteeg zorgt ervoor dat je wat vertraging krijgt. Dat is ook net de vraag die de heer Schrijver aangaf. Elke beweging is er één. Aan de andere kant, hoeveel verkeersbewegingen zijn er vanaf een woning? Vanaf het begin, dat is een vraag van de heer Raamaker. Zijn er gesprekken geweest met de projectontwikkelaar en daarin zijn een aantal buren ook al gecompenseerd. Dat is gebeurd middels grond of financiële middelen. Dus er is wel een compensatie geweest al in een bepaalde vorm. We kwamen vandaag tot de conclusie of tot de ontdekking dat er in een enkel geval geen compensatie is geweest. Nou, dat is iets waar ik van vind dat dat nog even moet gebeuren. Dus dat nemen we nog op met de projectontwikkelaar. Want die heeft dit ook gedaan. We kijken hoe hij daar tegenaan kijkt. Dus dat wil ik toezeggen om daar een keer mee in gesprek te gaan. Zijn er andere opties onderzocht? Jazeker. We hebben ook nog gekeken naar bijvoorbeeld ontsluiten via de zuidkant. Alleen, ja, dat is een stuk grond dat net verkocht is. Dat zouden we dan weer terug moeten kopen. Onmogelijke situatie. Dus daarvan hebben we gezegd van dat gaan wij verder niet doen en we blijven deze 5 opties, omdat daar, als je kiest voor die optie, zijn er weer andere buren die daar last van hebben. En daarnaast, je krijgt ook een pad aan de achterkant en daar zal ook iedereen weer wat van vinden. Illegale oversteken, wat de heer Kouwe aangeeft. Ja, ik denk dat waar een mogelijkheid is, dat er echt een keer gebruik van gemaakt zal worden. Alleen ja, daar hebben we ook gezamenlijke verantwoordelijkheid om daar op een goede manier mee om te gaan. En ik denk zelfs dat in bepaalde situaties, als er geen mogelijkheid is, dat die zelfs wel gemaakt zal worden. Dus mensen zijn wat dat betreft inventief. Dus dat kunnen wij als gemeente niet voorkomen. We kunnen proberen te beperken, maar we gaan er niet met een parkeerwachter bij staan of met een verkeerspersoon. Ik heb u destijds een toezegging nog gedaan over de fouten die er zitten in het bestemmingsplan. Daar zijn wij intern mee aan het zoeken geweest. Alleen het antwoord is nog niet dermate dat ik vind dat ik het wil presenteren. Ik kan wel vast aangeven dat er fouten in het bestemmingsplan zitten in de gemeente Dalfsen. Er zitten zoveel variabelen per woning dat het niet te doen is om dat allemaal goed te maken. Maar we proberen dat duidelijk te omschrijven en ook duidelijke consequenties daarbij aan te geven. Dus daarop kom ik nog terug als het antwoord dermate is dat ik denk dat het presentatiewaardig is. Is het participatietraject goed gevolgd? We zijn bezig met dit project vanaf 2000. Ik denk dat je in die tijd een van de eerste was die het woord in de mond nam. Ik weet niet helemaal, maar daar zijn trajecten als dit hebben zo lang gelopen dat daar punten in zitten. Waar je echt
op kan verbeteren. En ik weet ook zeker, als wij nu een participatietraject starten, dat we over 18 jaar weer denken van dit kan nog heel veel beter of op een mooiere manier. Dus dit is learning by doing. En ik kan zeggen dat de afgelopen periode wij wel optimaal gestretched hebben om goed van de buurt goed van informatie te voorzien. Willen wij een gesprek met de omwonenden? Natuurlijk. Als u als raad mij deze opdracht meegeeft, dan is dat geen probleem. Alleen, ja, dan hoor ik wel graag wat de opdracht is voor dit gesprek. Waarom voor optie 3 de voorkeur is, geeft de VVD nog aan. Nou, dat is duidelijk waarom wij aangeven. Waarom geen optie 5? Ja, dat is dus omdat wij vinden dat optie 3 het beste recht doet aan hetgeen er gesteld is. En optie 4 wordt aangegeven door de VVD. Ja, het schijnt technisch mogelijk te zijn. En dat is dat die wal niet inzakt en die fietspad die dan aansluit door de rotonde. Het schijnt technisch mogelijk te zijn. Voor mijn gevoel heb ik nog één vraag open laten staan. En die wil ik eigenlijk even vragen of de heer Vruchteveen die wil beantwoorden. En dat is de vraag over het tijdspad voor het vervolg. Dank u wel voor de beantwoording, meneer Schuurman. Meneer Vruchteveen, aan u het woord. Nou, als er gekozen wordt voor een stedenbouwkundige invulling die niet past binnen het huidige bestemmingsplan, 2016 dus, dan moet het bestemmingsplan aangepast worden. Nou, dan kijk je een plan te zien. En dan moet je rekenen op minimaal een procedure van een half jaar tot drie kwart jaar tot, nou ja, als men doorgaat tot andere raad van state, tot misschien een aantal jaren. Het plan moet gemaakt worden, moet uitgewerkt worden. En dat komt dan uiteindelijk ook weer bij de gemeenteraad terecht om daar ook weer een klap op te geven. Dank u wel voor deze aanvulling, meneer Vruchteveen. Meneer Schrijver, u wou nog reageren op de beantwoording? Ja, want ik heb eigenlijk geen antwoord gekregen op mijn vraag, terwijl ik hem juist heel zorgvuldig had geformuleerd. Ik heb namelijk gevraagd, wat gebeurt er wanneer afslaand verkeer voorgesorteerd moet wachten op tegemoetkomend verkeer op de andere rijbaan? En het antwoord wat gegeven werd ging uit van hoeveel auto's komen er nou eigenlijk vanaf een huis? Nee, het gaat mij heel bewust om verkeer wat er naartoe gaat en wat moet wachten op tegemoetkomend verkeer op een hele en nog steeds drukker wordende Koesteeg. Meneer Schuurman? Ik denk dat het antwoord is wat heel eenvoudig te geven is. Als iemand moet wachten op een aantal auto's die net van de rotonde afkomen, dan zal dat ervoor zorgen dat er meer vertraging komt. En ik dacht dat ik de vraag in het algemeen had beantwoord met het aantal verkeersbewegingen op de weg. Maar ik ben het niet eens dat daar daar komt een vertraging in. Mijn inschatting is namelijk dat er veel woon-werkverkeer naartoe gaat. Met name laat in de middag. Dan komt er ook veel woon-werkverkeer over die Koesteeg. Ik heb het zelf ervaren. Ik ben er expres even geweest om ter plekke te kijken. En dat is in een uitrit die nu bijna niet herkenbaar is, waar mensen ongemerkt aan voorbij rijden, maar die straks van 35 keer per dag volgens de stukken gebruikt zou worden. Waarbij ik me afvraag of het toenemende verkeer van busjes die ook allerlei wijken inrijden daarin meegeteld is. Meneer Schuurman. Er komen 8 woningen. Aantal woon-werkbewegingen zal dan, laten we ruim aanhouden, 2 auto's per huis, 16 bewegingen 's ochtends en 16 bewegingen 's middags zijn. En ja, dat zorgt voor druk op de Koesteeg. Op dit ogenblik mogen er 4 woningen en dan zou dat 16 bewegingen zijn in plaats van 32. Duidelijk voor uw beantwoording. Ik kijk even verder. Meneer Veldman, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. U geeft aan in uw beantwoording over de varianten, welke varianten zijn onderzocht. En u geeft onder andere aan dat het zuidelijk gelegen dat verkocht is. En in hoeverre is daar ook rekening mee gehouden met dit plan bij de verkoop van dat stuk grond? En hoe lang is dat geleden? Meneer Schuurman. Dus even een overleg met de ambtenaar. Ik durf het antwoord niet te geven. Ik kom er schriftelijk op terug. Ik durf niet te zeggen welk jaar het is geweest. Duidelijk, maar niet bevredigend, maar u komt erop terug. Ik kijk nog even verder. Nee.
Akkoord. Dan gaan we over naar het opinierende deel van dit agendapunt. Wil ik nog wel even opmerken dat u in uw opinie duidelijk moet aangeven of u het eens bent met het coalitie of met het raadsvoorstel. Want daar staat in vermeld dat het perceel is. Even kijken. Daar is duidelijk gesteld dat optie 3 voorgesteld wordt. En ik hoor de wethouder net zeggen dat alle opties open liggen richting u. Dus wilt u dat wel even duidelijk aangeven? Opinierende ronde. Meneer Broer, de Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, wederom een dossier wat al heel lang loopt. Laat ik daarmee beginnen. Het is de afgelopen raadsvergadering best vaak raak als het gaat om inbreidingslocaties. Laten we dat ook constateren met elkaar. Overigens een goede zaak dat die inbreidingslocaties ontwikkeld worden, want onze partij is altijd van mening geweest dat inbreiden voor uitbreiden gaat. Dus hartstikke goed dat er gezocht wordt naar een invulling. Een slechtere zaak is het echter dat het ons blijkbaar nog steeds niet zo helemaal lukt om samen met omwonenden tot een goed plan te komen. Dit is natuurlijk niet de eerste keer dat we dat in deze raad aan de hand hebben en hopelijk komt hier gezien de mooie woorden in het coalitieprogramma hier snel verandering in. Maar goed, doordat deze zaak al zo lang speelt, zijn er op verschillende momenten in tijd plannen en ook bestemmingsplannen gemaakt. Hiervoor is er ook op verschillende momenten in de tijd met verschillende omwonenden gesproken. Maar meestal alleen met de directe omwonenden wil ik daarbij aangeven. Deze omwonenden beroepen zich nu dan ook op afspraken uit het verleden. Dat is begrijpelijk. Zo is de afspraak dat er voor de omwonenden een situatie wordt gecreëerd die gelijk is aan die van voor de fout in het bestemmingsplan. Dat wil zeggen een situatie met slechts 4 woningen. Voor de Partij van de Arbeid altijd een hele belangrijke geweest. Maar dan de verkeerskundige afwikkeling. De rondweg van Dalfsen, en ik denk dat ik hier geen nieuws vertel, want het is natuurlijk in de campagne ook regelmatig aan de orde geweest, is een steeds drukker wordende route. Een route ook met veel aansluitingen en overstekend fiets- en wandelverkeer. Wij hebben al vaker aangegeven dat wij als partij graag een integrale visie op het verkeer in en rond het dorp Dalfsen zouden zien. Wat ons betreft staat de totale verkeersveiligheid op de rondweg van Dalfsen dan ook boven eventueel in het verleden gemaakte afspraken met omwonenden. Inzichten en omstandigheden kunnen namelijk veranderen. En zeker als het gaat om de verkeersdrukte op deze rondweg. En dat is wat ons betreft hier aan de orde. Dit in oogschouw nemende is het voor ons niet bespreekbaar om een extra aansluiting op de rondweg te laten aanbrengen. Ook de experts, Veilig Verkeer Nederland, etc. geven dit heel duidelijk aan. Wat ons betreft is de enige optie verkeersafwikkeling via de Winkelkamp. Eventueel een zuidelijke, als die mogelijkheid er zou zijn. Dus ik ben nog erg benieuwd of daar nog een Houdini Act te organiseren is, zou ik durven zeggen. Maar daarom ook eigenlijk de oproep aan de wethouder en aan het college om nog eens dat gesprek aan te gaan, specifiek op dit onderwerp. Want wij zullen een ontwikkeling met een extra aansluiting op de Koesteeg niet steunen. Een ontwikkeling, ik noem hem maar even, hij staat erin als optie 4, maar een variant daarop. 4 woningen, of 8 als de omwonenden daarmee kunnen instemmen, kan wel op onze steun rekenen. Tot zover. Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Veldman, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. In het advies van de politie in de Veilig Verkeer Nederland is duidelijk geworden dat in verband met de verkeersveiligheid wordt geadviseerd om een volledige aansluiting op de Winkelkamp te doen. In vergelijking van met 10, 15 jaar terug is de Koesteeg aanmerkelijk drukker geworden. De door het college voorgestelde oplossing, ik ging dan even uit van oplossing 3, u zegt nu alles ligt op tafel, maar oplossing 3 is een half-half oplossing. Waarmee de fietsers de Winkelkamp wordt aangesloten en de auto's op de Koesteeg. De ChristenUnie voorziet dan dat de aansluiting op de Koesteeg fietsers uitnodigt, zoals de heer al aangeeft, om deze oversteek te maken. En dit zorgt dan wel weer voor gevaarlijke situaties. Ja, wat is nou de beste oplossing voor Dalfsen? Wanneer wordt er recht gedaan aan de inwoners van de Winkelkamp? Wanneer wordt er recht gedaan aan een veilige verkeerssituatie? Ook wij vinden het een lastige, ja, een dilemma. Maar deze beslissing is niet alleen aan de inwoners van de Winkelkampen, maar aan iedereen die ook gebruik moet maken van de Koesteeg. En daarom vraagt de ChristenUnie de inwoners van de Winkelkamp begrip voor ons standpunt om te kiezen voor de verkeersveiligheid. De ChristenUnie overweegt daarom niet in te stemmen met optie 3 en stelt dan voor te onderzoeken optie 4. Dank u wel. Dank u wel, meneer Veldman. Meneer Schrijver, D66.
Ja, D66 is voor goede benutting van inbereidingslocaties voor woningbouw. En in dit geval is dit een mooie locatie, die is daar heel geschikt voor. Tegelijkertijd zijn we ook voor veiligheid in het verkeer. En die Koesteeg, zoals ook de ChristenUnie al aangeeft, is een steeds drukker wordende weg. Vandaar ook mijn vraag zojuist. Verkeersveiligheid is van groot algemeen belang. Daarvoor zitten we hier ook. Beperken van in- en uitritten op de Koesteeg als doorstromingsweg. En we zouden deze kans juist moeten benutten om een bestaande uitrit, die toch niet meer gebruikt wordt, juist uit de roulatie te nemen. Conform het advies van die adviesgroep verkeersdeskundigen. Want als deze hele wijk nog gebouwd moest worden, inclusief de Wilkenkamp, dan zou niemand kiezen voor gedeeltelijke ontsluiting op de Koesteeg. Ook niet via een aarden wal. Dus D66 is voorstander van volledige ontsluiting via de Winkelkamp. En de consequenties daarvan goed bekijken. Dank u wel, meneer Schrijver. U laat uw lampje nog even veranderen, maar u bent uitgepraat, neem ik aan. Even kijken nog verder voor uw opinie. Meneer Raamaker, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, in algemeenheid vinden we het een mooi en gasloos inbreidingsplan. En de 4 keer 201 kappen van 12 van de 17 omwonenden zich in konden vinden. Nog wel met de nodige belangen en wensen en kritiek. Maar is dat een logische reactie? De situering is behoorlijk richting de Koesteeg. Dus de afstanden zijn nog wel te overzien. En als u de tekening bekijkt, de goede ligging en de situering tegen de Koesteeg aan, dan geeft dat een goede situatie van het braakliggende terrein na vele jaren om die weer goed in te vullen. En beleidsmatig hebben we ook altijd gezegd met z'n allen en verkondigd hier in de Raad, inbreiding gaat voor uitbreiding. Maar tegelijkertijd ook een lastig agendapunt met veel mails, met veel kritiek. Ook terechte kritiek op het bestemmingsplan. Dat bij nadere bestudering naar boven kwam en te sprake kwam. En een ontbrekend verkeerd kruisje of streepje op de tekening kan bijna dodelijk zijn voor de uitwerking van de besluitvorming van zo'n plan. Maar het blijft mensenwerk. Maar ook goede reacties, brieven met blij dat er een oplossing komt betreffende het braakliggende terrein. Kortom, veel meningen die veruit inlopen. Het college heeft wel alle 6 opties aan ons aangereikt voor de commissie, inclusief de basisoptie. Deze zijn aangegeven in het voorstel en dat maakt het enerzijds moeilijker voor gemeentebelangen, maar ook gemakkelijker om af te pellen. En dan vallen al een aantal varianten snel af. Wij willen het verkeer zo natuurlijk mogelijk en veilig laten verlopen in die buurt. Dus geen extra oversteek van langzaam verkeer, fietsers en wandelaars op die Koesteeg. Dus de optie basis met alles ontsluit op de Koesteeg en de optie 5 met de middengeleiding vallen al af. Dus oversteek 2, keer oversteken naar de Koesteeg en dan naar de school en het centrum op de fiets en lopend zien we helemaal niet zitten. Erg gevaarlijk. Hebben we ook als gele raad ook al eens vaker aangegeven met het gevaar bij die rondom de Kammelsweg. Ook geen vreemde situatie of fietssituatie langs die aardewal, welke niet logisch is en niet goed aansluit op de Bontekamp. Ook verkeerstechnisch is dit voor ons geen goede optie. Optie 1 en optie 2 langs die aardewal vallen dus ook af. Dan blijven er nog 2 over, de optie 3 en optie 4. De beste optie voor ons is ook optie 4, de ontsluiting van de fietsers en de auto's via de Winkelkamp. Dat geeft ook de werkgroep van de politie en veilig verkeer aan als beste oplossing. Maar we snappen de commotie van de bezwaren in de buurt en daarom het collegevoorstel kunnen we ook meeleven. Maar we komen in ieder geval in de raad erop terug. De beste optie is optie 4 en met optie 3 zouden we kunnen leven om tegemoet te komen aan de buren. Dank u wel, meneer Raamaker. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ja, het plan van de inbreiding zelf ziet er wat ons betreft goed uit. We denken dat het voorstel van de 8 woningen prima past en in het verlengde ligt waar de omwonenden ook mee akkoord zullen gaan. De betrouwbaarheid van de gemeente staat hier wat ons betreft toch wel ter discussie. We tillen ook zwaar aan dit punt. Want we zien hier de afgelopen tijd dat we als gemeente hier wel vaker mee te maken hebben gehad en nog wel gemakkelijk hier weer overheen stappen.
Er zijn afspraken gemaakt met de buurt. Een van die afspraken is hier nog door de toenmalige wethouder aangegeven. Als er geen overeenstemming is met de buurt, dan zijn het gewoon weer 4 woningen. Dus het is van belang om met de omwonenden tot een overeenstemming te komen. Waar het nu dan ook om draait, is wat ons betreft de ontsluiting. Optie 5 lijkt wat ons betreft daar de beste papieren voor te hebben, want zowel de omwonenden als de adviesgroep zijn hiervoor. Er is immers nu ook al sprake van een ontsluitingssituatie die weliswaar niet gebruikt wordt, maar altijd wel is geweest via de Koesteeg. Dus wij denken dat dat wel zeker tot de mogelijkheden moet kunnen behoren. De optie 3 die voor ligt, ja, dat vind ik toch een lastige, want als je die zou kiezen, dan blijft er eigenlijk niks over van de oorspronkelijk gemaakte afspraken met de omwonenden in 2006. En dat vinden we niet passen bij een gemeente die aangeeft dat participatie hoog in het vaandel staat. Daarnaast komen we dan uit bij een situatie waarbij geen overeenstemming is bereikt met de omwonenden. En eigenlijk, als ik de uitspraak van de wethouder van destijds aanhaal, zou het plan dan van tafel moeten gaan. En dat willen we tenslotte niet. We hebben vanavond de beantwoording van onze technische vragen ontvangen van de wethouder. Ik heb deze nog niet door kunnen nemen, dat wil ik nog wel doen. Daarom neem ik het oordeel sowieso nog even mee terug de fractie in. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Kouwen, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, er is veel gezegd en geschreven over dit plan, ook vanavond weer. Bijzondere gang van zaken vorig jaar met het voorbereidingsbesluit. En, maar daar staat tegenover dat we de afgelopen maanden ook weer goed zijn betrokken bij totstandkoming. Zo zijn we ook meegenomen door bij de bewonersbijeenkomsten vorig jaar en dit jaar. En daarvoor onze dank. Daarvoor hebben we kunnen ervaren van wat leeft er nou en wat zijn de gevoelens van bewoners en hoe kijkt de gemeente daarna. Daarvoor spreek ik namens de CDA-fractie onze dank uit. En ook de manier waarop altijd wel gezamenlijk gezocht is naar een oplossing. Hè? Ook al liggen de belangen niet op één lijn en zijn er gemengde gevoelens bij de gang van zaken. En dat begrijpen we als CDA-fractie ook al te goed. Want over het aantal bouwwoningen, het type woningen en de ontsluiting van de woningen is veel onduidelijkheid geweest. Ik noemde al het bestemmingsplan, het voorbereidingsbesluit, dat helpt daar niet bij. En dit moeten we in de toekomst echt proberen te voorkomen. En ik hoop dat ik de wethouder goed heb verstaan dat hij daar ook werk voor gaat maken. Ik vind het daarom prettig om te zien dat er alsnog brede steun lijkt te zijn voor de voorliggende bouwvariant met 8 woningen. En dan de ontsluiting. Hierover lijken de meningen veel meer uiteen te lopen, zelfs tussen bewoners. Er zijn er in 2006 afspraken met de buurt gemaakt voor een volledige ontsluiting via de Koesteeg. Dat is ons ook duidelijk. Maar tegelijkertijd willen we ons ogen ook niet sluiten voor de verkeerssituatie. En kan er ook sprake zijn van voortschrijdend inzicht. Als je alleen al kijkt naar het toegenomen gebruik van de Koesteeg. Als CDA-fractie hechten we veel waarde aan verkeersveiligheid. En hebben daarbij een bijzonder oog voor de kwetsbare verkeersdeelnemers. Dit blijkt ook uit de raadsagenda inderdaad en het zojuist aangeboden coalitiedocument. We vinden dat voor deze groep echt geen concessies kunnen worden gedaan aan de verkeersveiligheid. Dat betreft blijven er een aantal opties open. 3, 4 is al genoemd. En er is inderdaad niet een beste oplossing. Maar er moet wel gekeken worden naar alle perspectieven. Waarbij verkeersveiligheid minstens zo belangrijk is als andere punten. De aandachtspunten voor ons blijven dan ook dat illegaal oversteken van, dat is ook een nadeel als je bij een ontsluiting op de Koesteeg. Maar zeker ook de inpassing van een autopad naar de winkelkamp. Ook wij willen het in de fractie nog eens goed bespreken en komen daar in de raadsvergadering op terug. Dank u wel, meneer Kouwen. Dan komen we aan het eind van de behandeling in deze commissie. Voorzitter. Ik zou nog wel graag even een opmerking willen maken. Dank u wel. Aan u het woord, meneer Broer. Nou, er is een aantal keren door een aantal mensen ook hier in de zaal gezegd dat optie 5, zeg ik even uit mijn hoofd, ook een voorkeursoptie zou zijn vanuit verkeersveiligheid. Maar dat is niet wat er staat in het advies van de adviesgroep. Er staat heel duidelijk, het is noodzakelijk om te ontsluiten op de winkelkamp. Mocht er echter worden gekozen voor de Koesteeg,
Dan adviseren wij een tussengerij, tussenleider, et cetera. Dat vind ik wel een nuanceverschil ten opzichte dat een aantal mensen roepen, ja, ook Veilig Verkeer in Nederland roept, doe maar optie 5. Dat is niet het geval. Dank u wel. Dank u voor de aanvulling. En dan ga ik toch meer raammaken. Ik heb nog een aanvullende vraag. Ik heb net gezegd, optie 4 is de beste en optie 3 is de second best. Maar ik hoop dat het college voor de raadsvergadering ons nog even de nodige informatie geeft, dat we exact kunnen zien van past het of past het niet. Oké. Dan ga ik, voordat ik voor de derde keer van wal steek, kijk ik even rustig rond. En dan kom ik inderdaad op het eind van dit agendapunt. Ik heb de wethouder een tweetal toezeggingen horen doen. Dat hij in gesprek gaat met de ontwikkelaar over nog openstaande compensatie in de buurt. En info in zaken grondverkoop in het zuiden. Voor de rest zijn er twee partijen die duidelijk zeggen van welke optie ze het beste, als beste zien. Optie 4. En de andere partijen willen het graag terugnemen in de raad, waarbij ze nog wat informatie verwachten van de wethouder. Dus ik concludeer dat dit een bespreekstuk gaat worden op de raadsvergadering van 28 mei. Daarmee sluit ik dit agendapunt. Dan gaan we verder met agendapunt 5, plan van aanpak vestigen voorkeursrecht. Verantwoordelijk wethouder de heer Van Leeuwen, voorbereidend, besluitvormend. In februari 2018 heeft de raad besloten om percelen aan te wijzen waarop een eerste recht van koop voor de gemeente gevestigd is. De gemeenteraad heeft daarbij ook een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht om een plan van aanpak op te stellen. Ik wacht toch even. Een plan van aanpak op te stellen over het verdere participatie- en ruimtelijk ordeningproces met informatiemomenten aan de bewoners en de raad. Het college heeft dit plan opgesteld en dat wordt nu aan de raad aangeboden voor akkoord. De raad wordt er voorgesteld om een keuze te maken over het participatieproces. Het raadsbesluit zal hierop nog moeten worden aangepast naar de behandeling in de raadscommissie. Ook dit punt, behandeling in twee ronden. Informerend, opinierend. Ambtelijke ondersteuning is niet aanwezig bij dit punt. En dan wil ik voor de informerende ronde, wie kan ik daar als eerste het woord geven? Meneer Raamaker, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, we hebben één korte vraag. En dat is, wordt de motie conform zoals die is ingediend ook uitgevoerd? U hoeft me alleen maar te beantwoorden met ja of nee. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel. We hebben een viertal vragen. De eerste gaat over die overleggen die met betrokkenen zijn gevoerd. Is daar nog sprake van individuele toelichting? Wat is daar nou uitgekomen? Kunt u daar iets van zeggen? Tweede punt is dat het college stelt dat dit een technisch onderwerp is. En onze vraag is dit nou echt een technisch onderwerp? Of is dit nou typisch een onderwerp wat iedereen in zijn voor- en zijn achtertuin raakt en dus per definitie niet een technisch onderwerp is? Daaraan gekoppeld de derde vraag, waarom schuift het college op dit moment een technisch, althans in haar ogen technisch onderwerp, door naar de raad? De raad zou zich in essentie vooral niet bezig moeten houden met technische onderwerpen, maar waarom gebeurt dit nou? En de laatste vraag die we hebben is in relatie naar de omgevingsvisie. Klopt het nou dat we in november een notitie krijgen waarin de keuze, de richting wordt neergezet voor de toekomstige uitbreiding van het dorp Dalfsen? En dat vervolgens daaraan gekoppeld vrijgave komt van alle overige gebieden. Wat mogen we nou verwachten in de notitie van november? Dat zijn de vier vragen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Even kijken. Meneer Ruitenberg. Ja, sorry, nog even wennen. Ja, dank u wel. Van het CDA. Ik kan me best voorstellen.
Het CDA die heeft twee vragen. In het participatietraject ziet de wethouder een duidelijke rol, zo niet leidend wat betreft de participatie voor de raad. Kan de wethouder aangeven hoe deze bijeenkomsten worden georganiseerd en wat het verwachtingsmanagement bij de deelnemers doet? En de tweede vraag hangt er een beetje bij samen. Wij zouden ook graag een actieve rol van de wethouder en ambtenaar in het voortraject zien. Kan de wethouder hier ook een toezegging op doen? Dank u. Dank u wel, meneer Ruitenberg. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, de meeste vragen zijn al gesteld. Ik zal mezelf aanleren om voortaan de vraag te stellen voordat de ChristenUnie dat doet. Dan halen wij ook een keer de krant, zou ik zeggen. Ik ga het toch een beetje herhalen, want wat ons echt heeft verbaasd, en daarom stel ik hem toch nog even wat specifiek, is dat wij hier in dit voorstel zien dat we een deel van de uitvoeringsbevoegdheid wil het college neerleggen bij de gemeenteraad. Dat heeft ons wel een beetje verbaasd. Dus wij zijn heel erg benieuwd naar de overwegingen van het college daarbij. En eigenlijk de vraag die ik daarvoor had, is wel, stel nou, er had geen motie gelegen. Hadden we dan nu ook dit plan van aanpak hier gehad? Hadden we überhaupt dan een plan van aanpak hier nu gehad? Daar zou ik ook wel graag antwoord op willen hebben. Dank u wel. Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Schrijver, D66. Ja, mijn voorganger Jan Rooijakkers is heel duidelijk geweest destijds bij het stemmen over het voorkeursrecht. En heeft nog een aantal vragen die nooit beantwoord zijn. Een ervan is onder andere, wat is de logica van het niet opstellen? Ik kom niet van jou af. Niet opstellen van een nieuwe structuurvisie, maar tegelijkertijd wel de voorkeursrechten vestigen op een gebied tussen Dalfsen en Ankum, wat niet als uitbreidingsgebied is aangemerkt in de bestaande structuurvisie. Als wij ons aan de huidige structuurvisie houden, dan is toch al bekend wat de uitbreidingsrichting is. Vervolgens, wat en hoe groot is de woonbehoefte waarvoor wij uitbreiding zoeken? En hoe wordt de woonbehoefte van die doelgroep bediend door een uitbreiding die woningbouw mogelijk maakt voor iedereen zonder selectieve toewijzing? Wordt dit dus een woonwijk van Zwolle? En wat is volgens de wethouder de toegevoegde waarde van een participatieproces waarbij de inwoners geraadpleegd worden, maar de raad uiteindelijk toch zelf gaat bepalen? Creëren we dan als raad niet onze eigen teleurstelling en die van de inwoners? En D66 maakt ook uit deze notitie op dat er niet voldoende capaciteit in de organisatie beschikbaar is om op korte termijn een uitgebreid participatietraject met inwoners uit te voeren. Klopt dat? Dan zijn het inmiddels uw vragen, meneer Schrijver. En meneer Veldhuis, VVD. Ja, voorzitter, dank u. Ik heb nog één vraag. En ik weet niet of die al gesteld is helemaal, maar ik stel hem toch eventjes. Want wat wij ons afvragen is, u geeft aan dat bewonersparticipatie lastig is vanwege het technisch karakter van het onderwerp. Maar je kan bijvoorbeeld ook inwoners erbij betrekken hoe een wijk er in hoofdlijnen uit moet komen te zien. Hè, bijvoorbeeld hoeveelheid groen lijkt mij randvoorwaardelijk voor de hoeveelheid woningen die nodig zijn in een gebied. Maar ook of je een wijk wel of niet ruimer wil gaan opzetten. Dus daar ben ik een beetje naar op zoek van. Dat zijn ook dingen die je in de participatie mee kan nemen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Dank u wel, meneer Veldhuis. Wethouder. Meneer Van Leeuwen, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik kan mij toch niet helemaal inhouden, want ik begin met het beantwoorden van de heer Schrijver, CQ, de heer Rooijakkers. De logica van het leggen van wetvoorkeursrecht zonder dat er een structuurvisie is vastgesteld, die heb ik echt getracht uit te leggen, maar hij is niet begrepen. De wetvoorkeursrecht stelt de gemeente in staat om als een donderslag aan heldere hemel een voorkeursrecht te vestigen, zonder dat daar allerlei speculanten een kans krijgen om zich een positie te verwerven. Dat is de reden waarom die wet destijds in het leven is geroepen. En op die manier is het mogelijk om betaalbare woningen te realiseren voor de inwoners van Dalfsen. Waarmee gelijk gezegd is dat het een woonwijk van Dalfsen is, want we willen een zelfstandige gemeente blijven, heb ik gelezen in het coalitiedocument. Participatie georganiseerd door de raad. Ik heb het twee keer meegemaakt in mijn periode als raadslid.
En een daarvan ging over de plattelandsvisie. Die hebben we heel uitgebreid hier gedaan. En dat is consulterend geweest. Dat is ook wat ik u nu adviseer. Want een participatietraject over een wet voorkeursrecht, daar loopt u het risico dat u allemaal persoonlijke belangen te horen krijgt, zonder dat u het algemeen belang in beeld krijgt. Maar consulterend zou dat prima kunnen. Los daarvan zijn wij als college samen met het ambtelijk apparaat dan bezig om u van alle gegevens te voorzien waar hier onder andere naar gevraagd werd. Hoe groot is de woonbehoefte? Ja, dat krijgt u dus in november mee, plus de onderbouwing op het gebied van archeologie, noem maar op. Dat is wat wij allemaal moeten gaan uitzoeken. Daarvoor hebben we zelfs onvoldoende capaciteit, wordt een bureau ingehuurd. Als we een volledig participatietraject, zoals u dat in uw hoofd heeft zitten, of althans het beeld dat u erbij heeft, zou willen gaan volgen, dan denk ik niet dat we in november tot een besluit kunnen komen. Los van het feit of we daar wel of geen capaciteit voor hebben, maar de tijd maakt dat gewoon niet mogelijk. Dat even in eerste instantie naar D66. ChristenUnie zegt, overleg met betrokken individueel. Wij hebben een aantal sessies gehad hier aanwezig. En daar zijn na afloop een paar mensen geweest die individueel nog wat vragen hadden. En ik geloof dat er twee geweest zijn met een vervolgafspraak. Dus waar dat nodig is geweest, hebben we dat gedaan. Is dit een technisch onderwerp? Ja, in zekere zin is dit zeker een technisch onderwerp. Al die onderzoeken die wij moeten gaan doen op het gebied van woonbehoeften, op het gebied van archeologie, wat ik net al noemde. Want je kunt er bijna op wachten dat daar wat moet gaan gebeuren. De financiële onderbouwing, noem maar op, dat vind ik redelijk technische onderwerpen. Maar gaat het over de richting waarin we willen uitbreiden, dat is wel meer een beleidsmatige, CQ-politieke keuze. En daarover, nogmaals, denk ik dat een raad prima een consultatieronde zou kunnen doen. En dat is dus niet zozeer afschuiven als wel een informatie inwinnen wat de raad zelf zou kunnen organiseren. En ik heb net de plattelandsvisie als een van de voorbeelden genoemd. Er is hier toen een sessie geweest waar, als ik het mij goed herinner, de heer Kamperman als plaatsvervangend raadsvoorzitter de leiding had als voorzitter. En waar allerlei groeperingen hun mening hebben gegeven. De relatie tot de omgevingsvisie en met name uw vraag, worden de gebieden die dan niet worden aangewezen gelijk vrijgegeven? Als het aan mij ligt, ja, maar dat besluit u over als raad. Wij zullen in november met een advies komen, het college, op grond van al die deelonderzoeken die we gedaan hebben. En dan zeggen we, nou, volgens ons lijkt dit of lijken dat de beste opties. Het zou kunnen zijn, ik verwacht het niet, maar het zou kunnen zijn dat u als raad zegt van, nou, we willen toch eigenlijk dat u nog even iets extra's onderzoekt. Nou, dan zou ik het nog niet vrijgeven, maar anders zou dat wat mij betreft prima vrijgegeven kunnen worden. De heer Ruitenberg van het CDA, de participatierol voor de raad denk ik dat ik al wel voldoende beantwoord heb. Actieve rol van wethouder en ambtenaar in het voortraject, wat bedoelt u daar precies mee? Ben ik te passief of wat? Meneer Ruitenberg, u heeft daar wel een mooie voorzet gegeven door in West en Oost allebei een informatieronde te houden. We zouden dat ook nog graag in het voortraject nog een keer weer zien. Meneer Verleeuwen? Daar moet ik even over nadenken. Ik weet niet of dat dan nog zo zinvol is. We zijn nu in het gebied zelf geweest. We hebben hier twee avonden georganiseerd. Er zijn wat individuele vragen zijn er geweest. Op dit moment worden we weinig meer benaderd. Ik zie nog niet direct een meerwaarde. Als u het goed vindt, dan denk ik daar even over na. Ja, ik doe met name over de impact die het heeft. Want dat moet u natuurlijk, dat weet u zelf net zo goed als ik, dat het een enorme impact heeft, het hele verhaal. Nou, wat ik me kan voorstellen is dat wij, dan zeg ik, nou, daar zie ik dan wel een meerwaarde in. Op het moment dat wij als college tot een voorstel gaan komen, dat we dat voorstel in het gebied kunnen gaan toelichten. Dat zie ik wel gebeuren.
Als dat beantwoordt aan uw vraag, dan zeg ik, nou, dat willen we graag doen. Ja, als dat de toezegging is, dan kunnen wij daarmee leven. Ja. Nou, prima. Lijkt mij een goede oplossing. Meneer Broer, deel van de uitvoeringsbevoegdheid. Nee, dit gaat niet over een uitvoeringsbevoegdheid. Dit gaat over het inwinnen van informatie. En nogmaals, als raad bent daar natuurlijk volkomen vrij en u bepaalt uw eigen agenda. Maar als er dan aan participatie gedaan zou moeten worden, dan is dit eigenlijk wat wij als college zien. Dat u consulterend een bijeenkomst of meerdere bijeenkomsten belegt. Maar meer dan dat zie ik niet gebeuren. Zou er zonder motie een plan van aanpak zijn? Ja, maar dat zou niet hier liggen. Want dat zouden we dan zelf gaan uitvoeren. Maar natuurlijk maak je een plan van aanpak als je een dergelijk proces gaat aanvliegen. Want, zoals al gezegd, wij gaan een externe partij inhuren om dit onderzoek uit te voeren. Omdat we daar zelf onvoldoende capaciteit voor hebben. En dan moet je een plan van aanpak schrijven, anders kunnen ze daar niet op inschrijven. D66 heeft vooral een suggestie van betrekken van inwoners. Die suggestie van u die klopt helemaal, maar pas als we hebben vastgesteld waar we naartoe gaan. Want dan ga je zo'n wijk inrichten. Dan ga je zeggen, nou, kom eens met uw ideeën. Hoe gaan we dat doen? Dus dat zeker, dat gaan we dat doen. Dat kan ik zonder meer beamen. Maar niet op dit moment, want we weten nu nog niet waar we naartoe gaan, definitief. Ik dacht, voorzitter, dat ik het zo redelijk beantwoord had. Mag ik even een korte toelichting geven? Meneer Schrijver? Nou, de vraag wordt met name door ons gesteld omdat we graag de bevolking willen betrekken bij de mate waarin we het groene buitengebied moeten gaan bebouwen van de kern Dalfsen. Dus een brede participatie met een grote groep inwoners. Ja, dat is in onze visie aan u als raad of aan u als D66. Maar nogmaals, u wilt een beperkte, ja, ik geloof dat u zelfs limitatief gebruikte toewijzing, dat is bij wet verboden, dat mag gewoon niet. Dat is juist de reden dat ik aangeef in mijn vraag, hoe ziet u deze plannen in relatie tot het willen bedienen van de doelgroep, zoals ook in de motie wordt gesteld? Ik hoop daar de antwoorden uitgebreid op te kunnen geven als u in november uiteindelijk het besluit moet nemen. Als wij het rapport aanbieden, als de woonbehoefte helder is en als duidelijk is welke kanten we uit willen gaan. Dank u wel, meneer Van Leeuwen. Ik zie een lampje branden bij meneer Broeren. Maar ik wil eigenlijk nog eerst even terug naar, want volgens mij zijn er twee vragen niet beantwoord, is van de VVD en voor de heer Raamaker een duidelijk ja of nee. Dat laatste realiseerde ik me, maar u was me net voor. Excuses, meneer Raamaker, ik durf hier ja op te antwoorden. En de vraag van de VVD? De VVD die dacht ik dat ik die juist beantwoord had. Ja, had u beantwoord, maar u had mij ingedeeld bij D66. Aangaan van lijstverbintenissen was niet toegestaan. Ja. Ga er dan ook niet zo dicht naast zitten. Neem me niet kwalijk, meneer Veldhuis. Communicatie en luisteren. Meneer Broeren. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik ga toch even door op het punt dat de wethouder zegt van dit is ons voorstel aan de raad. Maar zoals u terecht ook al zegt, wij als raad gaan zelf over hoe wij informatie inwinnen. Ik laat even de motor passeren over de rondweg. Een auto als dat... Oh jeetje, maar goed. u heeft gelijk als het gaat om dat wij gaan over het informeren. En dat doen wij ook. Hè. Op allerlei manieren zullen wij hier onze inwoners over raadplegen. Maar waar het ons even om gaat, is dat wij volgens mij gevraagd hebben dat we als gemeente, en daar bedoelden wij toch eigenlijk primair het college mee, dat we participatie zullen toepassen in dit traject. Dus dat we de bewoners zullen vragen. En ik ben het eens, ik zou het wel af willen bakenen, want mijn buurman gaf aan dat je mensen teleur kan stellen. Nou, dat kun je voorkomen door aan de voorkant goed af te bakenen waarover je burgers betrekt
In dit geval, wat ons betreft, zou dat gaan om welke richting moet ons dorp op, want dat heeft effect op, ik ga het toch nog even die rondweg noemen, op allerlei andere zaken in onze gemeenschap. Dat zijn zaken waar zeker mensen opvatting over hebben. Ik las ergens in het stuk dat het voor mensen een ver van hun bedshow is. Dat is niet wat ik ervaar als ik met mensen praat in het dorp. Dus ik zou graag een participatief traject op dat onderdeel zien. En ik zie toch primair daar de opgave voor het college. En ik vind het toch een beetje raar figuur als u zegt van, wij vinden het wel enigszins interessant, maar laat het door de raad doen. Ik vind het een vreemd figuur. Dus ik zou daar graag nog een nadere toelichting op zien. En volgens mij heb je ook al een stuk van uw opinie vermeld, maar wilt u daar nog op reageren, meneer Van Leeuwen? Ja, ik zag toen ik het voorbeeld noemde van de plattelandsvisie, in elk geval mevrouw Kijkendevechten instemmend klikken. Die kan zich dat ook nog wel herinneren dat we dat toen gedaan hebben. De suggestie die wij als college naar u als raad doen, is juist gebaseerd op die ervaring. Want dan heeft u, nou dat valt wel mee, 2009. Dus dan heeft u zelf als raad, zit u vooraan de knoppen en u heeft direct de informatie die u zoekt. Dat kunt u ook als fracties kunt u dat doen, maar het lijkt mij nou zo mooi als je als raad gezamenlijk een keer zo'n traject ingaat. Ik persoonlijk, wij als college, hebben die behoefte op dit gebied niet. Omdat wij vrezen voor herhalingen van zetten, net zolang totdat er een padstelling ontstaat, zoals we bij het vorige onderwerp ook gehad hebben. Want participatie is niet per definitie je zin krijgen. En dat is het grote probleem. En dan zegt u terecht, je moet aan verwachtingsmanagement doen. Ja, maar nogmaals, wij vinden het een technisch onderwerp waarbij we heel veel moeten uitzoeken. Dat gaan wij ook doen. En dat lukt in het tijdspad zoals wij dat gezet hebben. Maar als ik daar nog een participatieproces aan moet doen, dan zitten we volgend jaar om deze tijd een besluit te nemen. En dat is uitdrukkelijk iets wat ik u niet adviseer. Dank u voor uw antwoord. Dan wil ik toch naar de opinie gaan van de verschillende partijen. En wie mag ik daar als eerste het woord geven? Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Hartelijk dank voor de beantwoording. Fijn dat die extra sessies in ieder geval geleid hebben op tot invulling van concrete behoeften. Dat is mooi. Gaat hier over een plan van aanpak, met name over de participatie. U hebt al aangegeven dat u nog een veel breder plan van aanpak heeft, waarin al die technische onderwerpen ook een plek krijgen, maar die behandelen we hier niet. Misschien dan ook maar gelukkig. Gaat hier over de participatie. En dat is een belangrijk punt, want ook in de raadsagenda wordt dit onderwerp expliciet benoemd. En als wij dan nadenken over participatie in het kader van dit onderwerp, gaat het niet over de participatie in het opleggen van de WVG, want dat is er inmiddels gebeurd. Het gaat hier over de keuze welke richting je het dorp wil laten ontwikkelen. En daar hoort gewoon participatie bij. Dat is absoluut nodig als je let op de reacties die tot nu toe vanuit de bevolking zijn gekomen. En dat ging alleen nog maar over de WVG. Nu gaat het over van en welke keuze gaan we nu maken. Nu wordt het pas echt spannend. En dat is absoluut niet alleen een technisch verhaal. Er zitten wel technische elementen in zoals de wethouder aangeeft, prima. Maar er zit natuurlijk nog veel meer in de lijn zoals de heer Broer dat ook zojuist heeft verwoord. Waar mensen gewoon direct geraakt worden in hun eigen positie. Maar wat wij het belangrijke vinden, benut de kracht van de samenleving om eens in gesprek te gaan en haal eens op wat mensen weten over dit soort gebieden en hoe ze daar tegen aankijken. En laat ze dan ook met elkaar maar eens aangeven van waar hun voorkeuren liggen. En in die zin denken we dat er echt wel een participatietraject mogelijk is. Waarbij je wel als uitgangspunt moet nemen dat Dalfsen, de kern Dalfsen, uitbreiding nodig heeft. Ik bedoel, die moet je niet ter discussie stellen. De mate waarin, hoeveel, dat komt allemaal nog aan de orde. Maar dat Dalfsen uitgebreid moet worden, dat is dan een gegeven. Dus wat wij ook dan voor ons zien, is dat er een beperkte participatie plaatsvindt. Eén, raadplegen dus van de belanghebbenden. En wat ons betreft is dat zo breed als Dalfsen breed is. Maar je zal merken dat er echt een bepaalde mensen komen die belangen hebben in deze keuze. Dus die gaan zich vanzelf wel manifesteren.
Twee, maak vooral ook duidelijk, dat heeft te maken met verwachtingenmanagement, dat dit één van de elementen is op basis waarvan een keuze gaat plaatsvinden. Maar het kan toch niet zo zijn dat we dan de inwoners nu buiten schot houden en zeggen van nou, dat is dan alleen iets van de raad. Nee, dat is een primaire taak van het college om zich te laten informeren over dit soort gebieden. En wat ons betreft gaat het dan niet over de kwantiteit van dit soort overleggen, maar gaat het over de kwalitatieve argumenten. En een dergelijk traject, dat hoeft echt niet te leiden tot vertraging. Want je zou dit prima in één of twee avonden kunnen doen. Bereid het goed voor, zorg ervoor dat mensen hun verhaal kwijt kunnen en haal die informatie op wat ons betreft. Tweede punt is, wie gaat het dan doen? Gaat dat het college doen of de raad? Nou, wat ons betreft gaat het college dat doen. Is dat gewoon een onderdeel van het reguliere werk. We vinden het wat vreemd dat het in deze fase van het technisch onderwerp bij de raad wordt neergelegd. Dus daar gaan we ook niet mee akkoord. Ten slotte nog iets over de uitbreiding Noord. Wij gaan ervan uit dat in de notitie van november dat de uitbreiding naar Noord gewoon als een volwaardig alternatief wordt meegewogen. Ook al zit die nu niet in de WVG. Dat is wat ons betreft de richting waarvoor we zouden willen kiezen. Dus wat is het? Beperkte participatie, maar uit te voeren door het college. Dank u wel, meneer Nijkamp. Kijk even verder. Meneer Raamaker, gemeentebelangen. Voorzitter, voor ons staat een uitgebreid participatietraject wel van belang. Want we hebben het ook aangegeven in onze programma's die we net hebben uitgereikt. En ik kan ook leven met beperkt, dat op een gegeven moment toch te beperkt hier wordt neergelegd. En dat op een gegeven moment de inwoners die daar belang mee hebben kunnen komen. En die ruwe schets die komt in november. En ja, dan is het makkelijk dat je de details die dan naar de raad toe komen kunt schetsen in hoeveel woningen komen er nu. Hoeveel woningen gaat het, hoeveel bedrijven gaat het, om wat van gebied gaat het. Gaat het nu werkelijkheid worden, dat ook mensen daarin mee kunnen praten. En dan is het ook duidelijk voor de inwoners, want voor ons is het wel belangrijk dat op een gegeven moment die termijn van november is heel belangrijk, dat we dan weten van welke kant gaan we op. En ja, zoals de wethouder net ook aangaf, consulteren is ook belangrijk, maar ook mensen heb ik gesproken die dus ja, niet naar het gemeentehuis komen en ook niet naar zo'n sessie gaan, dat die ook kunnen bellen voor een huisbezoek. Dat hen dat traject kan worden uitgelegd en vooral bij oudere mensen. En dan komt er zelf een vervolg achteraan en dan kunnen we gaan samenwerken aan die nieuwe structuurvisie. En met een helder participatietraject, daar is daar geen discussie meer over. Dus wat ons betreft in november en dan misschien iets eerder die avonden plannen en ook door het college lijkt me goed. Dat we dan toch in ieder geval zeg maar, de mensen allemaal bij elkaar kunnen betrekken en die dus mee kunnen spreken over de uitbreidingsplannen van Dallissen. En dan zei u dat het uitgebreide participatie, maar dat u ook kon leven met het beperkte participatie. Ja, uitgebreid. Kijk, we hebben hoog van de toren gesproken over participatie. Nou, doe dat traject zorgvuldig en betrek alle mensen erin dat iedereen kan komen en er iets van kan en mag zeggen. Dus betrek zoveel mogelijk mensen, dan krijg je achteraf die teleurstellingen misschien wat minder. Ja, maar oké, u kon ook leven met het beperkte. Wat wilt u dan? Even voor mezelf een beeldvorming. Ik sluit me aan bij de ChristenUnie. Luco heeft dat keurig verwoord. Beperkte participatie. Dank u wel, meneer. Maar wel duidelijkheid, zeg maar, richting november. Oké, dank u wel. Meneer Veldhuis, VVD. Ja, dank u, voorzitter. Ja, voor ons geldt dat het ook zeker geen technisch onderwerp is. Voor ons is het ook van belang om de participatie met de inwoners van Dalsen hier, om die hier goed bij te betrekken. Ja, ik zit een beetje met dezelfde afweging die de heer, dan moet ik even goed kijken of niet verkeerd, of kun je niet de ramenman gaan noemen. maar ik zit een beetje met diezelfde afweging van, in eerste instantie zou je zeggen van ja, volledige participatie. Maar ik snap ook wel dat daar een helskarwei is om dat allemaal te
organiseren. Dus een beperkte participatie kan wat ons betreft ook prima plaatsvinden. Wat misschien wel een goed idee is, is om de plaatselijke belangen hier ook bij te betrekken van de andere kernen. Want ik denk dat je dit onderwerp breder moet zien dan alleen de uitbreidingsgebieden die we nu op het oog hebben. Dit gaat natuurlijk over Dalfsen als geheel. Dus dat zou ik... ja, misschien is dat voor november te vroeg, dat weet ik niet. Dat we dat later moeten doen in de structuurvisie. Maar neem dat in ieder geval mee, is mijn advies. En even terug te komen wat de ChristenUnie ook aangeeft. Ja, wat ons betreft is dit ook een taak van het college. En zeker niet van de raad, wat dat betreft. Dus dat was onze inbreng. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Ruitenberg, CDA. Ja, voorzitter. Begin dit jaar is de wet voorkeursrechten gronden voor de uitbreiding van het dorp Dalfsen voor een groot gebied aan het west- en oostkant van het dorp neergelegd. Een complex onderwerp dat voor veel onzekerheid bij de betreffende inwoners en bedrijven heeft gezorgd en nog steeds geeft. En heeft dan ook veel vragen en opmerkingen opgeleverd. Na de motie van 19 februari 2018 heeft de wethouder nu een plan van aanpak gepresenteerd wat moet resulteren in een brede participatie en op korte termijn, november 2018, in een concreet plan met een duidelijke aanwijzing in welke richting de wethouder de uitbreiding van Dalfsen voorziet. Inclusief een onderzoek naar de noordelijke variant. Wat de participatie betreft zijn er drie opties en de wethouder heeft de voorkeur voor optie 2. Hier kan de CDA-fractie zich ook in vinden, omdat ook wij, net als de betrokken inwoners en bedrijven, eind 2018 graag meer duidelijkheid willen zien. Zoals in het plan bij optie 2, de inwoners en eigenaren van de aangewezen percelen aangevuld met de diverse organisaties, waar de VVD ook al naar verwees, zoals de Industrieclub Dalfsen, de ondernemersvereniging, de plaatselijke belangen Ankum en Dalfsen, de Vrienden van Dalfsen en LTO Vechtdal meegenomen worden. Dan heeft dit plan van aanpak kans van slagen en kan de Raad een weloverwogen beslissing nemen. Wij gaan voor optie 2. Dank u wel, meneer Ruitenberg. Meneer Broer, de Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank ook voor het plan van aanpak over de vestiging van het voorkeursrecht. Een belangrijk plan om vorm te geven aan onze woningbehoeften voor de komende jaren in de kern Dalfsen. Voor de Partij van de Arbeid heeft vanaf het begin vastgestaan dat er een grote woningbehoefte is. Deze is er bij jonge gezinnen, bij ouderen die langer zelfstandig willen blijven wonen. En deze is er zowel in de huur als in de koopsector. Waarbij we wel geconstateerd hebben dat zowel in de sociale als de vrije sector, vooral in de huur, een krapte op de woonmarkt in Dalfsen bestaat. Vanaf het begin heeft de fractie van de Partij van de Arbeid aangegeven dat de keuze voor waar wij ons voorkeursrecht gaan vestigen er een is die zeer zorgvuldig genomen zal moeten worden. Deze keuze heeft namelijk effect op ons hele dorp. Ik heb het net al even aangegeven, inderdaad, zoals de commissievoorzitter terecht zei. Dus op de verkeersstroom in ons dorp, op de ruimtekwaliteit, etcetera. Daarom vinden wij dat bij zo'n structurele ontwikkeling van het dorp Dalfsen goed gesproken moet worden met onze inwoners. Wij vinden het belangrijk dat de geluiden die in het dorp leven over deze onderwerpen gehoord worden. Wij kunnen ons dan ook niet vinden in de opmerking in het plan van aanpak dat een gesprek hierover voor inwoners A te complex zou zijn of B een te ver van hun bedshow zou zijn. Verwachtingsmanagement in dit soort zaken is zeer belangrijk en zorgt dat teleurstellingen later in het proces voorkomen kunnen worden. Dus wat ons betreft is een goed proces, kan snel en kan er zeker toe leiden dat we een goed besluit nemen met elkaar. Ook bevreemdt het ons nogal dat gesteld wordt dat dit traject de taak voor de gemeenteraad zou moeten zijn. De gemeenteraad zal wat ons betreft zeker betrokken moeten zijn en zal actief deel moeten nemen aan een dergelijk traject. En ook haar eigen traject desnoods nog op moeten pakken. Maar het primaat om uitvoering te geven aan dit soort zaken ligt gewoon bij het college. We geven met elkaar aan dat we participatie belangrijk vinden. En dan moeten we dat ook gewoon in onze structurele planvorming altijd een plek geven. Dus ook in dit plan. Kortom, wij vinden het een wat vreemde manoeuvre van het college. En kunnen daarom volgens nog niet instemmen met dit voorstel. Dank u wel. Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Schrijver, D66. Ja, D66. Dalfsen is voorstander van het integraal bekijken van de woningmarkt in Dalfsen. Zoals bekend is D66 Dalfsen tegen het op deze wijze uitbreiden van de kern Dalfsen. Eerst moet er een fundamentele discussie gevoerd worden over wat voor dorp Dalfsen wil zijn.
Willen wij de rust en ruimte borgen of willen wij onbeperkt doorbouwen? Of bijna onbeperkt doorbouwen, moet ik misschien zeggen, in het mooie groene buitengebied. Bouwen is voor de gemeente namelijk wel een van de belangrijkste financiële melkkoeien. Daarentegen is het groen en het rustige karakter van Dalfsen ook voor D66 en voor de inwoners uiteraard van grote waarde. De raad heeft met de tegenstem van D66 het voorkeursrecht gevestigd op een groot deel van het buitengebied. En nu sluiten wij ons aan bij het standpunt dat de onzekerheid voor de bewoners van de betreffende gebieden zo kort mogelijk moet duren. Maar benut die tijd wel voor een fundamentele dialoog en discussie over welke waarden wij belangrijk vinden voor de toekomst van Dalfsen. Een dergelijke fundamentele gedachtenwisseling met inwoners krijgt tot op heden geen kans. Ik sluit me daarbij aan bij de inschatting van de ChristenUnie dat de tijd daarvoor best haalbaar zou moeten zijn. De gemeente Raalte heeft daar volgens mij al ervaring mee opgedaan. Naast de cijfermatige onderbouwing van de toekomstige woonbehoeften voor Dalfsen zien wij graag een uitgebreid participatietraject waarin alle inwoners van Ankum, Dalfsen en Welsum en de plaatselijke belangen van andere kernen zich mogen uitspreken over de gewenste uitbreidingsrichting, zowel van de kern Dalfsen als van de andere kernen. Wanneer hier in de organisatie niet voldoende capaciteit voor aanwezig is, dan stelt D66 voor dat hier budget voor beschikbaar wordt gesteld. Wij overwegen om dit per amendement te regelen in de Raad. En we vinden ook dat het een taak is van het college, net als andere collega's die ik net daarover gehoord heb, om dit uit te voeren. Dank u wel, meneer Schrijver. En dan heb ik alle partijen gehad. U wou nog een nabrander geven, meneer Ruitenberg? Ja, ik was nog niet helemaal klaar, voorzitter. Wij zien ook de brede participatie. Geeft de wethouder aan dat hij voor de raad is. En wij vinden dat hij voor het college mag zijn. Nadat de ChristenUnie en de VVD uitgesproken heeft. Dank u wel voor deze aanvulling, meneer Van der Leeuwen. Ja, u wilde ook graag het woord. En dan wil ik daar toch gelijk wel even een vraag bij stellen. Horende alle beraadslagingen, kunt u ons voor de raadsvergadering van 28 mei eventueel een ander raadsvoorstel waarin de vragen vanuit de raad of vanuit de commissie om een bredere participatie op te zetten tot november mogelijk is? Ik hoor overigens een meerderheid die een beperkt participatieproces bepleit. En dat is in lijn met wat wij geadviseerd hebben aan de Raad, namelijk consulterend. Dat is wat ik hoor. Ik hoor niet dat er een breed proces opgezet moet worden. Misschien wel één of twee partijen, maar de overduidelijke meerderheid gaat voor een beperkt proces waarin consultatie de leidende figuur is. Nou, dat is duidelijk. Dan zal ik vragen om daar een gewijzigd voorstel op te schrijven. Of wij dan nog november redden, dat zullen we proberen daar ook in aan te geven. Maar ik heb daar wel een twijfel over. Nou, daarin laten we ons graag verrassen door het college, meneer Van Leeuwen. Voorzitter? Zou ik daar even op mee... Meneer Broeren? Ja, dank u wel, want dit is een nieuw feit, om het zo maar even te zeggen. Als dat het voorstel wordt, als dat komt, dan zullen wij daar uiteraard bij instemmen. Dus ik heb net even aangegeven dat wij tegen zouden stemmen, maar dat gold voor dit voorstel. Als er een voorstel komt waarbij het college een beperkte consultatie doet, zullen wij daar van harte mee instemmen. Dank u wel, meneer Broeren. Alles beluisterende en... Voorzitter, misschien nog even één punt. Want we hadden gezegd van dat de noordelijke variant, om die maar zo te noemen, dat die gewoon volwaardig wordt meegenomen. Die opdracht hebben wij gekregen. Ja, oké. Prima. Dank u wel. Ik kijk nog even weer rustig rond. Zal ik me maar voornemen in het vervolg. Maar dan kom ik wel tot een afsluiting van dit agendapunt. En dan kan ik niet anders concluderen dan dat dit een bespreekstuk ook naar de Raad toe gaat. In verband met eventueel een gewijzigd voorstel richting de Raad. En waarbij wij, denk ik, als ik dat zo beluister, wel ervan uitgaan dat we in november dan wel de rest kunnen publiceren. Bespreekstuk voor de Raad en
Daarmee sluit ik dit agendapunt af en is het inmiddels 8:08 en heb ik in ieder geval zin in koffie. Ik weet niet of u het hebt, maar ik schors de vergadering voor 15 minuten. Ja, ik wil weer verder met de vergadering. En dat betekent dat agendapunt 6 aan de orde is. Preventie en handhavingsplan alcohol 2018-2022. Verantwoordelijk de heer Noten en Uitslag. De heer Noten is niet aanwezig en vandaar dat de beantwoording van uw vragen door de heer Uitslag zal gebeuren. En door de wijziging van de drank- en horecawet in 2014 heeft de gemeente sindsdien de verplichting van een preventie- en handhavingsplan alcohol vast moeten stellen. Het vorige plan loopt dit jaar af, dus wordt nu een nieuw plan ter vaststelling aangeboden. Hierin is rekening gehouden met ons lokaal gezondheidsbeleid. Behandeling in twee ronden. Informerende ronde, opinierende ronde en wie mag ik voor de vragenronde, de eerste ronde dus, het als eerste het woord geven. Mevrouw Kappert, gemeentebelangen. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben één vraag. En dat betreft het toezichthouden op leeftijdsgrenzen. Dat vindt in 3 stappen plaats. En na stap 2 volgt dan eventuele terugkoppeling naar de, of dan volgt de terugkoppeling naar de verstrekker. En onze vraag is binnen welke termijn deze terugkoppeling plaatsvindt. Dank u wel, mevrouw Kappert. Kijk even verder. Mevrouw Eilert. Ja, dank u wel. Partij van Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Ja, in 2014 is een, wat ons betreft, een torenhoge ambitie uitgesproken van onder de 18 jaar geen alcohol. En wij vragen ons dan af hoe ik dat moet zien in relatie met dat met betrekking tot de handhaving zo lang is doorgegaan met de RUD, ondanks dat het niet opleverde wat de Raad ervan in 2014 mee beoogde. Ik weet niet, misschien kan de wethouder daar een toelichting op geven. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Eilert. Mevrouw Schiphols, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben nog de vraag over het onderwerp blurring. Dat is lastig te handhaven. En mijn vraag is, zijn er wel ideeën over en zo ja, wat dan? En we lezen dat de handhaving niet meer door de RUD zal worden uitgevoerd. Mevrouw Eilert gaf het ook al aan. Kunt u er iets meer over vertellen hoe dat dan nu vanaf 1 januari plaatsvindt? Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Schiphols. Mevrouw Lasjer, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. We sluiten graag aan bij de laatste vraag van de mevrouw Schiphols. En we hebben nog 1 andere vraag. Er wordt gesproken over een convenant met de sportverenigingen. Nou, bij de start van het beleid was er nogal wat onduidelijkheid en moest allemaal wennen. Kan de wethouder iets vertellen over nu de ervaringen zijn met het convenant met de sportverenigingen? Dank u, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lasje. Ja, meneer Schrijver, D66. Ik durf hem niet eerder in te drukken dan ik toestemming krijg. Ja, maar ik kreeg er zo de hand. Ik denk, nou, stop maar, ik doe niet mee. Maar. Dat krijg je met oogoperaties. Alcohol, het handhavingsplan, preventie en handhavingsplan alcohol. Ik was gisteren ook bij een horecagelegenheid waar een bord aan de boom was gespijkerd met geniet nooit met mate. Ze bedoelden natuurlijk uiteraard drink wel met mate. Mijn vraag is met betrekking tot dezelfde vraag die eigenlijk de ChristenUnie ook al stelde over dat convenant met de sportverenigingen. Is er ook sprake van een gelijk speelveld tussen de horeca en de sportverenigingen? Want de indruk die de stukken wekken is alsof de sportverenigingen met een convenant als het ware gestimuleerd worden naar gezond alcoholgedrag. En als je de horeca gelegenheid bent, dat je dan eerder bestuurlijke boetes zou kunnen verwachten. Dat is een indruk, maar klopt die indruk? Dank u wel, meneer Schrijver. Meneer Veldhuis, VVD. Ja, dank u, voorzitter. Misschien staat het er wel in, maar ik kon het even niet zo snel vinden. We hebben in ons gebied waar wij wonen nog wel te maken met drinkketen, zoals dat zo mooi heet. Zitten die ook in dit hele preventieplan? En zo ja, op welke manier? Want daar wordt natuurlijk wel heel veel alcohol geschonken en vaak aan, laten we zeggen, kinderen. In ieder geval mensen van jongere leeftijd.
Meneer Veldhuis, u ook dankjewel. Meneer Uitslag, mag ik u vragen voor de beantwoording van de vragen? Ik ga mijn best doen, voorzitter. Daar waar ik de burgemeester niet als portefeuillehouder dan moet vervangen, maar als burgemeester. En dat ben ik niet. Dus dat is wel een rare, rare rol. En heeft u ook wel in de stukken gelezen dat het eigenlijk best wel wat ingewikkeld in elkaar zit in de wet. Er is een vacature, meneer Uitslag. Wordt het wel een stuk makkelijker van, voorzitter. Terug naar het alcohol, want het lijkt me veiliger. De toezicht op de... moet u nagaan, hè? Ja. Hoe snel gaan we terugkoppelen? Volgens mij staat een stuk zo snel mogelijk. En, maar of dat een week is, of twee weken, of een dag... daar moet ik het antwoord over schuldig blijven. Het is wel de bedoeling dat we... En net als met snelheidsovertreders, als je geflitst wordt, dan weet je het graag snel weten, want het duurt volgende keer niet weer. En als je het een half jaar later hoort, er zijn uitzonderingen, ik weet het. Maar als je het een dag later hoort, dan pas je wel een beetje meer op. Nou, dat is eigenlijk dezelfde gedachte, ook hier. Als het overtreding geconstateerd is, dan het liefst zelfs de plekken. Want dan dat doet er wat mee. Waarom zo lang doorgaan met de RUD? Ik weet het niet, misschien ook omdat er niet echt een alternatief was. We hebben inmiddels wel de overstap gemaakt, hè, zoals u heeft kunnen lezen, naar MBOL heet het, geloof ik. Tenminste, als je zo uit moet spreken. Waarom? Die zaten minder aan vaste tijden vast. Een heel andere aanpak, met veel grotere kans op pakken. Toch even terug naar de flits als vergelijking. Als je ergens gaat staan met een politieauto die je kunt herkennen, dan rijdt iedereen voorzichtig. Maar als je dan met een onopvallende auto rijdt, dan heb je veel grotere kans dat je de mensen ook pakt die het niet goed doen. Nou, de combinatie van beide is ook goed. Maar nu was het dus te veel naar het een en nu gaan we wat meer naar de andere toe. Dus de kans op het echt constateren waar het fout gaat. Dus ook waar de partijen die zich niet aan de regels houden, niet bevoordelen ten opzichte van degene die zich wel aan de regels houdt. Want dat is uiteindelijk onderaan de streep natuurlijk wel wat aan de orde is. Hoe gaan we blurring handhaven? Ja, dat is moeilijk. Dan moet je ook gewoon constateren. En dat kun je eigenlijk alleen maar doen door dezelfde methode die ik net vertelde. Dus niet door in uniform binnen te stappen, maar om er te zijn en dan het te constateren. En op dat moment ook te kijken of het strafbaar is of niet. Want niet alles wat blurring lijkt, dat is het ook per se. Maar dat zijn de ervaringen van het convenant met de sportverenigingen. De laatste keer dat ik erbij was, waar we juist vanuit preventie en handhaving echt samen, de burgemeester en ik, bij de voorzitters van de voetbalverenigingen zaten, was de sfeer echt goed. Ook echt begrip over en weer voor elkaar standpunten. Maar ook met name de sportverenigingen begrepen drommels goed waar ze stonden. Er waren ook op dat moment ook twee fouten geconstateerd. Eén bij de sportverenigingen. Ook uitdrukkelijk besproken hoe en wat. En dan zie je ook wel dat het enorm binnenkomt bij zo'n vereniging, als er een fout geconstateerd is. Zo'n kwestie die trekt zich dat ook enorm aan. Want die zou de vereniging zomaar een aantal jaren contributie door de put gooien. Dus je ziet dat het ook echt binnenkomt en dat het daarmee ook echt zijn effect heeft. Het is niet alleen maar de stok, we gaan ook helpen. We hebben toen ook afgesproken dat we alle A-jeugd zo'n training geven. Zo'n IVA-training, waarmee je dus ook weet... Dat als je achter de bar mag helpen, moet helpen. Wat het dan betekent als iemand tegenaan loopt te drammen. Om toch een pilsje te kunnen krijgen. Maar ook aan de andere kant begrip te krijgen dat je iemand anders ook niet in die verlegenheid moet brengen. Dus het mes snijdt op dat moment ook echt aan twee kanten. We zijn dus de stok, maar we proberen ze ook echt te helpen om ze een stap verder te krijgen. Werd overigens met instemmingen aanvaard. Wordt de sport nou echt lichter aangepakt dan de horeca of de andere commerciële partijen? Die indruk heb ik niet. Ik heb wel het idee dat die van verder moeten komen. Daarnaast, het aantal momenten dat ze alcohol mogen schenken is ook echt fors teruggebracht. Het aantal feestavonden naast de sportavonden is echt enorm afgenomen. De sportverenigingen voelen dat ook echt in hun portemonnee. Dus daar zit ook wel een stuk van de pijn. Maar goed, aan de andere kant ook wel begrip. Ja, dat is
Je hebt ook de horeca en daar mag ik niet met elkaar beconcurreren. Maar ik heb de indruk zeker niet dat de ene partij lichter aangepakt wordt dan de ander. Een drinkketen. Daar waar we ze kennen, hè, dat is natuurlijk vraag 1. Dat zit toch bij mensen thuis. Ja, dan noemen ze er ook een keten. Maar ja, daar weten we dat niet per se. Hè, dus daarmee is het ook moeilijk. Een commerciële keten, zoals die ook al kennen, waar je ook echt bier moet kopen. Daar waar ze kennen, daar gaat het er ook op af. Ja, dat is ook natuurlijk wel iets. Veel belangrijker vind ik juist bij die keten, waar ook eigenlijk ouders en opa's en oma's enzovoort verantwoordelijk voor zijn, dat staat vaak op hun grond, dat die ook beseffen wat er gebeurt op hun grond. En of dat ze er ook langzamerhand wel een mening over vormen, hoe ongelooflijk schadelijk dit wel niet is voor kinderen. En daarmee vind ik er ook echt wel iets wat meer in de privé situatie zit, dan veel meer dan aan de sportvereniging of in de horeca. Volgens mij waren dit de beeldvormende vragen, voorzitter. Dat dacht ik ook. Dank u wel, meneer Uitslag. Mag ik overgaan, ik vraag het maar voorzichtig, naar de opinie? Ja. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u, voorzitter. Onze dank voor deze nota en voor de beantwoording van de vragen. En de wethouder zei er al iets over. Maar wat ons ook al lezend weer opviel, of eigenlijk tegenviel, is dat ondanks alle voorlichtingen, alle campagnes die er worden gehouden, nog steeds ouders zijn die openlijk het beleid afvallen en zelfs tegenwerken door te roepen dat ze het maar onzin vinden en oneerlijk vinden dat hun kinderen nog geen alcohol mogen. En die soms stimuleren dat de kinderen alvast leren drinken. En let wel, het gaat om kinderen van 15, 16 jaar en zoals in het stuk gaat om jongeren, gaat het over kinderen van 13, 14. Aan de andere kant is er gelukkig de toenemende vraag van ouders om opvoedingsondersteuning op dit gebied. En dat is dan wel weer een hoopvolle ontwikkeling. En dat sluit goed aan bij de behoeften van jongeren aan duidelijke regels en duidelijke afspraken. En waar dit samengaat, kunnen echt goede stappen worden gezet. Het tweede opvallende punt vonden wij het hoge alcoholgebruik door volwassenen. En dit is nu een lijstje waar we als Dalsen juist niet bovenaan zouden moeten willen staan. En we steunen dan ook de aandacht van SAAM hiervoor. En ook, er is al even over gesproken, het niet toestaan van het blurring. We kunnen ons goed vinden in het voorstel om het preventieve gedeelte uit de nota gezondheidsbeleid integraal over te nemen. Het is een goed, ambitieus beleid en we moeten zeker geen dubbel werk doen. De combi van preventie en handhaving biedt veel kansen. En dan geldt dat 1 plus 1 3 is. Mooie voorbeelden vinden wij de al genoemde instructiebijeenkomsten met de voetbalverenigingen, de informatieavonden voor evenementen, organisatoren, ingewikkeld woord, en de positieve toon die gekozen wordt door niet alleen in te zetten op verbieden, maar juist op de gezondheidswinst. Samengevat, voorzitter, een goede, heldere nota, het onderwerp blijft belangrijk en een goede combinatie van preventie en handhaving biedt de meeste kansen. En we zullen hier dan ook mee instemmen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Lasje. Mevrouw Schiphols, CDA. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Lasje zei het al, dat het ondanks de voorlichting toch nog wel wat tegenvallende elementen bevat. Maar het beleid van de alcoholpreventie is ook opgenomen in het lokale gezondheidsbeleid, Kerngezond Dalfsen, 2017-2020. Dus daar is de wethouder en ook de handhaver in vorm, nou nee, meneer Noten zal niet handhaven, maar die heeft het uitbesteed, mee op pad kunnen. Dus die hebben we vorig jaar opgesteld en daar hebben we ook uitvoerige aandacht aan geschonken. En in het preventieve deel van deze nota zien we dat ook terugkomen, integraal en eigenlijk ongewijzigd. En dat is ook goed, want dan hebben we het denk ik goed opgepakt. Zelfs de laatste ontwikkelingen en dan met name vanuit de monitor die daarin opgevallen zijn. Dat was dan niet de jeugd, maar juist de senioren in het gebruik van alcohol. Zelfs daar wordt op ingeschoten. Dus focus op de jeugd. Blurring, zoals we net in de vraag al stellen, daar hebben we erg veel moeite mee. Het is een lastige om te handhaven, dat begrijpen we ook. Maar goed, daar waar de aandacht voor kan zijn, zal dat in ieder geval moeten. Focus op de jeugd, communicatie en voorlichting, dus preventief. En daarna gewoon duidelijk en consequent handhaven. Het college kan op pad en de CDA-fractie gaat voor preventie. En daarom stemmen we ook van harte in met het plan. Dus aan de voorkant om problemen te voorkomen. Succes verder. Dank u wel, mevrouw Schiphorst. Ik kijk even verder rond. Mevrouw Kappert, gemeentebelangen. Ja, dank u wel, voorzitter. Er ligt een gedegen plan op tafel waaruit een adequate aanpak blijkt. Wij vinden het belangrijk dat de terugkoppeling na controle snel plaatsvindt, zodat verstrekkers ook snel en gericht actie kunnen ondernemen. En dan niet
angst voor de sancties die zouden kunnen volgen. Want we willen ervan uitgaan dat iedereen wil meewerken aan een goede gezondheid binnen de gemeente Dalfsen voor alle inwoners. En dat ze daarmee ook het beste willen doen. En daarvoor is samenwerken erg belangrijk. En daarvoor hebben we een prachtige notitie opgesteld vorig jaar als het gaat om preventie. Dat vinden we hierin ook terug, dus prima. Samenwerken is daarin belangrijk. Wij kunnen ons vinden in dit plan, zijn benieuwd naar het effect en wensen u veel succes met de uitvoering. Eén punt nog, goede communicatie over deze aanpak naar inwoners en de verstrekkers lijkt ons een voorwaarde. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Kappert. Mevrouw Eilert, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voor ons ligt een integraal plan waarin zowel preventie en handhaving dichter bij elkaar zijn gebracht. Twee beleidsnotities zijn samengevoegd, waarmee het beleid eigenlijk niet wezenlijk veranderd is. In de uitvoering, zo hebben we gelezen, staan er wel een aantal wijzigingen op stapel. Een veranderde opzet met betrekking tot handhaving hebben we kunnen lezen. En een nieuwe uitvoeringspartij. We hadden daar zojuist bij de vragenronde al vragen over. Wat wij jammer vinden is dat we niet het effect van het afgelopen 4 jaar, dat het lastig is te meten. We weten dus eigenlijk niet hoe staan we nu in Dalfsen. Wat is het verschil ten opzichte van 4 jaar? En maken we bijvoorbeeld positieve vorderingen richting de ambitie, een hele hoge, maar goed, we onderschrijven hem wel, maar toch een torenhoge ambitie, geen alcohol onder de 18 jaar. Met betrekking tot de voorliggende stukken, we vinden het een goede zaak om preventie en handhaving bij elkaar te brengen. Het een kan ook niet zonder het ander wat ons betreft. Het kan elkaar versterken. En toch willen we benadrukken dat we vooral het accent op het preventieve deel zouden willen leggen. Communicatie is in deze van heel groot belang. Zorg voor een goede dialoog met zowel jongeren, ouders, maatschappelijke organisaties en alcoholverstrekkers. Ontdek hoe de leefwereld er van jongeren anno 2018 eruit ziet en vermijd zoveel mogelijk het opgeheven vingertje. Probeer ook zoveel mogelijk te bewerkstelligen dat jongeren elkaar gaan corrigeren met betrekking tot overmatig alcoholgebruik. Dat is in de praktijk de beste correctie. Verder is het belangrijk te realiseren dat alcoholbeleid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is en tijd nodig heeft. Ingesleten normen en gedrag verander je niet zomaar van de ene op de andere dag. Denk maar bijvoorbeeld aan roken. 20 jaar geleden was het nog heel vanzelfsprekend om op tafel sigaretten te zetten als er bezoek kwam. Pas als al die stappen in het preventieve zijn gezet, komt de tijd om te handhaven. Waarbij we willen opmerken dat een duidelijke waarschuwing zonder hoge boetes ook preventief kan werken. Tot slot, voorzitter. In 2016 zijn met diverse, vooral paracommerciële organisaties, convenanten gesloten. De wethouder gaf daar net in zijn beantwoording al het een en ander over aan. Daarmee is een goede stap gezet om de samenwerking te versterken, wat ons betreft. En uit gesprekken met enkele heb ik ook begrepen dat dat zo wordt gezien. Investeer vooral ook in die samenwerking en communiceer tijdig bij waarnemingen als het onverhoopt niet goed gaat, maar vooral ook als het wel goed gaat. Het is relatief eenvoudig om regels op te stellen, maar de uitvoering is weerbarstig en er wordt ook erg veel van vrijwilligers gevraagd en verwacht. Dat mogen we niet onderschatten. In de achterliggende stukken wordt verder als slot uitsluitend gesproken over alcoholmatiging. Maar neem in de preventie ook vooral drugs en andere genotsmiddelen mee. Als je met instellingen en organisaties spreekt, dan hoor je dat ook weer terug. Voor het overige, voorzitter, kunnen we instemmen met het voorstel. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Eilert. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ja, ook van onze kant dank voor het plan. Een duidelijk plan, waar ook duidelijk in staat hoe u het wil gaan aanvliegen. Ik heb twee puntjes die ik even mee wil geven. Ik zie in de nota, en ik hoor ook hier vanavond in de raad, dat we nog wel wat te doen hebben. Er wordt nog best wel veel alcohol gebruikt.
Ook in leeftijdscategorieën waar je het eigenlijk niet zou willen. Wat ons betreft is de inzet op naar jongeren toe onder de 18 vinden we ook heel erg belangrijk. Neem ze mee in die preventie en handhaaf daar waar nodig. En over blurring, vanochtend had ik de radio aanstaan en daar hoorde ik het op een bepaald moment ook. Champagne in een kledingwinkel. En toen dacht ik van ja, dat is voor mij een mooi geval van blurring. En dat je ook denkt van ja, wat voegt er toe champagne bij het kopen van kleding? Ja, het zal wel feestelijk zijn. En als je maar genoeg op hebt, koop je waarschijnlijk ook heel veel. Dat zal het waarschijnlijk zijn. Nee, maar wat ons betreft is dat ook een no-go area, om het zo te zeggen. En zijn we daar zeker geen voorstander van. We wensen het college alle succes toe bij de uitvoering van het preventie- en handhavingsplan. En gaan er ook mee akkoord. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Schrijver, D66. Ja, een goede, duidelijke, heldere nota. Preventie en handhaving op het gebied van alcohol. Bij preventie daar zit natuurlijk de bewustwording in van mensen wat de risico's zijn bij doorschieten in het gedrag. Dus handhaving bij dat doorschieten zal ook bewustwording versterken. Ik zat me nog wel af te vragen, ook in het vervolg op die vraag en het antwoord op de mate van een gelijk speelveld bij horeca en sportverenigingen, is het dan ook bij horeca eventueel, bij goedwillende horecagelegenheden mogelijk dat daar convenanten mee worden afgesloten? Er is een cultuurverandering nodig. Dat voorbeeld wat José Eilert noemde van de Partij van de Arbeid over het roken wat heel gewoon was en wat we nu niet meer gewoon vinden, dat houdt automatisch in dat de gezegden die bij dergelijke culturen horen ook aan zeggingskracht verliezen. Niemand zegt tegenwoordig nog een tevreden roker is geen onruststoker. En ik denk dat het ook goed is dat sportverenigingen zich realiseren dat een heel bekend gezegde uit deze streek, dat als een kalf niet wil zoepen, dan moet je hem in Luttenberg op de voetbal doen, dat dat ook een gezegde is wat uit de tijd is. Dus ik denk, wij stemmen in met deze nota. Dank u wel, meneer Schrijver. Ja. U wilt nog even reageren, meneer Uitslag. Heren? Ja, Luttenberg ligt niet in de gemeente Dals, dus ik weet niet of ik daarin kan staan. Alhoewel, voormalig raadslid van ons woont daar inmiddels, dus wie weet. Misschien is hij daar wel naartoe gegaan. Ja, ik ben het u eens. Had ik na 4 jaar al een veel hogere score gezien? Natuurlijk. Maar u gaf al aan, mevrouw Eilert, als we kijken hoe lang we het over roken gedaan hebben, dan praat je over 20 jaar gemaakt. Dat vind ik met de 4 jaar die we gehad hebben al een behoorlijke sprong gemaakt hebben. Zijn effecten te meten? Moeilijk. We zien wel dat het aantal, dat het leeftijd waarop jongeren beginnen met drinken en hoeveel er gedronken wordt, die zie je wel omhoog gaan. Dus het heeft wel effect. Nog lang niet het effect waar we heen willen. Helemaal mee eens. Dat toch wel eventjes iets, misschien wel, ook wel wat pijnlijker. We hebben, inclusief mezelf, maar ook u als raad, het veel over de jongeren, 0 tot 18, hè, niet drinken enzovoort. Maar daar houdt ook echt bij, dat was ouderen, hè, daar houden we ook bij, ook het goede voorbeeld geven. Daar houdt ook bij dat u vanavond niet thuis komt en uit gewoonte een biertje pakt. Maar als je nadenkt, ik zit hier nu door de week, misschien moet ik misschien wat anders drinken. Want het is ook het voorbeeldgedrag. Waarom het zo lang duurt, waarom de kinderen, het zien van de ouders, en daar luisteren ze eerder naar dan een meneer van de gemeente. Dus het komt echt wel van alle kanten. Dus ik heb ook uw steun, als raad, maar ook als de ouders over uw hoofd erheen, echt wel bij nodig. Maar zelfs dan kun je een goed voorbeeld geven, meneer Raamaker. maar ik weet dat u weinig alcohol drinkt, dus ik doe het al goed. Blurring is inderdaad een punt waar we echt aandacht aan moeten geven. Een stuk in de kraag drinken heb ik een nieuwe dimensie aangehoord van de VVD vanavond. En inderdaad, een aantal spreekwoorden zullen we moeten gaan verwijderen uit ons vocabulaire. Nou, graag. Zijn we bezig met een mentaliteitsverandering te maken? Ja. Het moet inderdaad van stoer als je drinkt naar loser als je drinkt. Dus dan praat echt wel over een andere manier. Het is nu
Voor 13 jaar hebben ze het alleen maar over drinken, of niet. En dat is echt wel, nou, dan moeten we echt met elkaar wat doen. Maar zoals ik al zei, met elkaar. Want als we alleen naar de jeugd blijven wijzen, dan hebben ze groot gelijk dat ze terugwijzen. En dat er niet veel verandert. Vandaar ook de preventie, de communicatie die nu inmiddels gestart is. Wees geen gewoonte drinker. Dus ook om ook ouderen, zoals u bij elkaar zit, daarvan bewust te maken. We gaan de dialoog aan. Ja, natuurlijk. Convenant met de horeca, dat ga ik met de burgemeester overleggen. Want dat is in zijn portefeuille. Dus dat is hem. Ik denk dat hij graag op bezoek gaat. En voor de rest. De positieve toon die uit het. Ja, dat bedoel ik positief trouwens. De positieve toon die uit het stuk spreekt, zoals de ChristenUnie aangeeft, die neem ik mee terug en zal een compliment overbrengen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Uitslag, voor uw Ja, ik durf het bijna niet, maar voorzitter, mag ik nog even reageren? Oké. Nou, ik sloeg even een beetje aan op die uitleg van de wethouder over dat wij zelf als, als volwassenen het goede voorbeeld moeten geven, als raad het goede voorbeeld moeten geven. En zijn er nog mogelijkheden voor ons als gemeente om in dit huis of in de dingen die we organiseren om daar het goede voorbeeld in te geven? Ik leg het maar even in ons midden neer. Misschien hebben we heel veel gewoontes, zeg maar van variërend van nieuwjaarsrecepties tot een borrel na de raadsvergadering. Ik wil ook echt niet alles afschaffen, maar misschien is het goed om daar met elkaar eens over na te denken. Van nee, wat geven we eigenlijk indirect een voorbeeld aan onze jongeren? Dus dat wil ik graag de wethouder meegeven. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lasje, voor deze toegift en het meegeven aan de wethouder om er eens naar te kijken. De wethouder heeft al uitgebreid gereageerd op de verschillende opinies van de partijen, dus ik zal dat niet gaan samenvatten met alleen... Ja, toch heel even door te zeggen dat dit als akkoordstuk naar de raad. En daarmee komen we bij agenda punt 7 van de agenda. Haalbaarheidsonderzoek, basisonderwijs en kinderopvang, Nieuw-Leuzen. Verantwoordelijk wethouder, de heer Van Leeuwen. Informerend dit stuk, ambtelijke ondersteuning van de heer Laroy. Welkom meneer Laroy. Een van de deelprojecten bij de Spillen in Nieuw-Leuzen is de huisvesting van het basisonderwijs en de kinderopvang Peuterspeelzaal. Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met de betrokken partijen om een haalbaarheidsonderzoek te starten. Het college concludeert echter dat de ambities om samen te werken onvoldoende aanwezig is om te kunnen starten met uitvoering hiervan. Informerend heb ik al gezegd, dus één ronde waarbij u uw vragen en opinie samen kunt uitspreken. En wie mag ik als eerste het woord geven? Meneer Veldhuis, VVD. Ja, dank u voorzitter. Even kijken hoor. Vragen en opinie in één keer, dat gaan we dan ook doen. Als eerste heb ik drie vragen. Wat zijn de consequenties van het afketsen van het haalbaarheidsonderzoek? Heeft dit financiële consequenties voor de gemeente? Heeft het consequenties voor de exploitatie van Spil? En heeft dit bijvoorbeeld ook consequenties als je kijkt naar de, het verkeersaanbod voor het middengebied bijvoorbeeld, door het wegvallen van een school? Andere vraag die we hebben, van hoe nu verder? Gaat er nog wel een haalbaarheidsonderzoek komen voor de andere scholen en de BSO's? En tot slot, laatste vraag die we hebben is, ziet de wethouder nog mogelijkheden om de PCO alsnog om tafel te krijgen? Nou, dan onze opinie. Nou, dank voor de memo. We vinden het als VVD jammer dat het haalbaarheidsonderzoek er niet komt met de PCO erbij. Wat ons betreft is een haalbaarheidsonderzoek juist goed om na te gaan of de bezwaren en beren die men op de weg ziet ook daadwerkelijk onoverkomelijk zijn. Het kan namelijk ook blijken dat het juist nieuwe mogelijkheden met zich mee gaat brengen. We roepen de wethouder op om de PCO proberen te bewegen toch deel te nemen aan het haalbaarheidsonderzoek. En in ieder geval het haalbaarheidsonderzoek verder af te maken met de andere instanties. Als dit niet mogelijk is of niet kan, dan dringen we er wel op aan om de andere partijen wel in de speel onder te brengen. Tot zover onze inbreng. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Schrijver, D66. Ja, ik denk het is het gemakkelijkste als ik meteen even aansluit bij de vragen die gesteld worden. Want dat wou ik doen. Ik wou alleen zeggen, kort samengevat, hebben we hier te maken met een geld
probleem of met een echt probleem? Dus gaat het om een probleem wat met geld kan worden opgelost of zit er iets anders onder? En dat zou inderdaad door middel van een alsnog uit te voeren haalbaarheidsonderzoek wellicht boven tafel kunnen worden gebracht. Dus wij blijven voorstander van zo'n haalbaarheidsonderzoek. En uw opinie? Wij blijven voorstander van zo'n haalbaarheidsonderzoek, dus wij vinden het jammer als het op deze manier van de agenda zou verdwijnen. Akkoord. Meneer Broer, de Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal ook even proberen om vragen en opinie in elkaar te breien, maar het gaat niet helemaal lukken, denk ik. Even kijken. Nou ja, we zijn heel erg benieuwd naar het college, naar de aanleiding om te kiezen, want dat, zo lezen wij het, maar als we het verkeerd lezen, dan horen we dat graag, om niet verder te gaan met de pijler basisonderwijs. Want ik kan het niet uit de memo zo goed halen met gespreksverslagen. Want er staat natuurlijk iets in over de wat dubbele opstelling van het PCO. Wel willen participeren, maar niet alleen op die plek. Zo heb ik het tenminste gelezen, maar misschien kan de wethouder daar iets meer over geven. En daarbij was dan de argumentatie concurrentieoverwegingen. Nou, dat vonden wij nogal een bijzondere. Want wij zijn wel wat verbaasd en ook wel een beetje teleurgesteld. Want het streven om de pijler onderwijs volwaardig onder te brengen in het middengebied van Uleuze is voor ons een erg belangrijke. Met het toevoegen van deze pijlen ontstaat er maximale synergie tussen de voorzieningen, zoals kinderopvang, bibliotheek, voortgezet onderwijs, basisonderwijs, etc. in de spil en kan er oprecht een bruisend centrum van Uleuze ontstaan. Wij zijn dan ook verbaasd. Verbaasd omdat er volgens de gespreksnotities van de gesprekken met de verschillende instellingen voldoende aanknopingspunten lijken bij eigenlijk alle instanties om verder te gaan. Verbaasd ook over de opstelling van de PCO. Die de concurrentie tussen onderwijsinstellingen als motivatie geeft om afwijzend tegenover de onderwijspijler in het middengebied te staan. Wat ons betreft, en wat onze fractie betreft, een argument dat nooit, maar dan ook echt nooit valide kan zijn. Concurrentie tussen scholen is een feit. Maar laat deze zover als deze bestaat, daar kun je namelijk ook al wat van vinden, bepaald worden door de kwaliteit van het onderwijs en niet door een door de gemeente gefaciliteerde strategische grondpositie of locatie. Wat ons betreft moeten veel meer inspanningen verricht worden om van de pijler onderwijs een succes te maken. Wij vragen ons dus af of het college dat zelf ook wil. De conclusie dat voor verder verzoeken van huisvesting de scholen weer welkom zijn zich te melden bij de wethouder onderwijs, als ik het goed heb gelezen, gaat ons daarin echt wel wat te ver. Wat ons betreft kiezen scholen er namelijk nu voor om mee te gaan doen, in ieder geval in het traject haalbaarheidsonderzoek voor het middengebied. Men kiest ervoor langjarig. Of kiest men ervoor langjarig in de huidige situatie te verblijven. Het is wat ons betreft dan ook nu of nooit voor de huisvesting van het lager onderwijs in Uleuze. We gaan er dan ook vanuit dat de instanties, zeker scholen die wel mee willen doen en die naar het midden toe zouden willen, dat daar toch een haalbaarheidsonderzoek voor gevoerd wordt. Als niet, en dat heeft uiteraard onze voorkeur, de PCO alsnog aan tafel komt, ook voor het middengebied, want dat is onze voorkeur. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Broer. Mevrouw Rameman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Er is veel reuring in het basisonderwijs. Integrale kindcentra komen steeds meer te sprake. De ontwikkeling in het voor- en vroegschoolse educatie. De krimp op de scholen. Extra gelden van minister Slob naar aanleiding van de werkdruk, waar nu de klassengrootte ter discussie staat. Al met al veel zaken die nog niet duidelijk zijn. Dat het haalbaarheidsonderzoek niet doorgaat, vinden we jammer voor de scholen die het betreft. Echter, met de zojuist genoemde landelijke ontwikkelingen is dit misschien ook een stap te vroeg. Het is goed dat we eerst binnen de gehele gemeente Dalfsen gaan kijken hoe wij het basisonderwijs in de toekomst zien. Om daarna te kijken welke gebouwen daarvoor nodig zijn. Met betrekking tot het gebied de Spul komt daarbij nog de zorgen van de CDA-fractie omtrent de verkeersveiligheid in dit gebied. Door concentratie komt er meer intensiviteit in de verkeersstromen. Het lijkt ons goed de huidige ontwikkelingen af te wachten en te evalueren voordat we nog meer verkeersstromen in dit gebied gaan organiseren. We vragen het college om beleid te maken voor de langere termijn, zodat we daarna gericht kunnen investeren in toekomstgericht basisonderwijs met het daarbij behorende gebouwen. In de tussentijd wordt duidelijk hoe het met de verkeersveiligheid gaat rondom het gebied de Spil en kan dit meegenomen worden in de juiste locaties voor de toekomstige scholen. En de vraag die daarbij hebben, en die heb ik al een paar weken eerder ook gesteld, graag zou ik een tijdspad ontvangen wanneer het college denkt met dit plan te kunnen komen. Dank u wel, mevrouw Rameman. Ik kijk even verder. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. Onze dank voor dit memo. Helaas zijn wij niet zoveel wijzer van geworden. En het is ons nog steeds niet duidelijk waarom er geen onderzoek wordt gedaan.
En we horen daar straks graag meer over van de wethouder. En dat is eigenlijk onze belangrijkste vraag. Maar omdat we maar één ronde hebben, wil ik er toch iets meer van zeggen. Zoals we het nu lezen, lijkt het erop dat er twee visies zijn. Van het openbaar onderwijs de wens om het PO te primair onderwijs te concentreren in een groot nieuw duurzaam gebouw. En aan de andere kant het PCO, dat hecht aan eigen identiteit en een eigen schoolgebouw. Nogmaals, zo lees ik het nu. Er lijkt bijvoorbeeld al een keuze te zijn gemaakt. En volgens mij ligt er nog heel veel grijs tussen deze beide opvattingen. En dat is echt de moeite waard om het te onderzoeken. In de planvorming rond het middengebied werd steeds uitgegaan van een concentratie van het onderwijs. Eerst het voortgezet onderwijs in combinatie met de sporthal en daarna het primair onderwijs. De inrichting van het buitenterrein, inclusief de hoeveelheid voet, fietspaden, parkeergelegenheid, gaan uit van die concentratie van het primair onderwijs. Nu wel zo inrichten en dan een gedeelte maar gras te laten, lijkt veel op kapitaalvernietiging. In de besluitvorming rond de speel tot nu toe is volgens ons altijd uitgegaan van samenwerking van het onderwijs met behoud van eigen identiteit. Hoe, wat en waar in één of in meerdere gebouwen, dat zou nu juist worden onderzocht. Er zijn immers ook nog de huidige, nog vrij nieuwe gebouwen zoals de tweemaster en de driehoek. Voor de duidelijkheid, onze fractie is nooit een voorstander geweest van een concentratie van alle onderwijs in één grote onderwijsinstelling. De vrijheid van onderwijs, waarbij ouders kunnen kiezen voor een school die past bij hun levensovertuiging, is voor ons een groot goed. Daarnaast speelt voor ons de menselijke maat mee. En die ligt niet vast op een bepaald aantal leerlingen, maar wel op herkenbaarheid, overzichtelijkheid en betrokkenheid van zowel ouders als leerkrachten. Kortom, voorzitter, we horen graag meer van de wethouder over zijn redenen om geen onderzoek te doen en dringen er tegelijk op aan om wel een vervolgonderzoek te doen, omdat er wat ons betreft nog veel ruimte zit tussen de verschillende visies. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lasje. Even kijken, mevrouw Kappert, gemeentebelang. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben de informatie gelezen en ik gebruik geen nieuwe woorden, er is al veel gezegd. Maar wij zijn verbaasd over de uitkomst. Hoe is het mogelijk dat binnen een jaar na het tekenen van de intentieverklaring tot samenwerken, nu blijkt dat men dit toch niet wil of op andere voorwaarden wil? Wat houdt die concurrentie in? PvdA vroeg ik toch al even, maar wat wordt er gezien als concurrentie? Ik kan het uit het stuk niet halen. En als ik dan PCO versus OOZ zet, dan denk ik dat vult elkaar alleen maar aan. Ze hebben ieder een eigen identiteit, dus ik zie die concurrentie niet, maar misschien kan de wethouder dat nader toelichten. Wat maakt dat ze bijvoorbeeld niet in één gebouw willen? Zijn er wellicht redenen die hier niet staan vermeld? Ik kan me zo voorstellen dat de schaalgrootte een rol zou kunnen spelen, maar dat zou ik dan wel graag weten. We zijn zeer teleurgesteld dat het haalbaarheidsonderzoek niet door kan gaan. Het was een hele mooie stap geweest in het verder ontwikkelen van samenwerking tussen de scholen en invulling geven aan het middengebied. En we vragen ons dan af of dit inderdaad al een gelopen race is, of dat er toch nog wel mogelijkheden zijn om een en ander te onderzoeken. Want het stuk laat nog te veel open eindjes. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Kappert. Wethouder, mag ik u het woord geven? Ja, dat mag u. Dank u wel, voorzitter. Even op chronologische volgorde. De heer Veldhuis van de VVD die vraagt zich af wat voor consequenties er financieel zijn. Die zijn er niet, althans in die zin, dat wij nu gewoon afmaken waar we mee bezig zijn. Pas als wij zouden overgaan tot het realiseren van een nieuw gebouw voor het basisonderwijs en de peuter- en kinderspeelzalen, dan zou er een financiële consequentie zijn. Maar die is er dus op dit moment niet. Heeft het gevolgen voor de exploitatie van de speel? Nee, heeft het niet. Het verkeersaanbod in het middengebied, het betekent dat we vooralsnog daar minder verkeersaanbod hebben en het dus makkelijker af te wikkelen zal zijn. Komt er een vervolgonderzoek? Dat is een paar keer gevraagd. Dat valt niet uit te sluiten. Zo zijn we ook uit elkaar gegaan. Echter, dat zal niet meer onder de verantwoordelijkheid van het project De Spil gebeuren. Maar dat gebeurt dan onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder onderwijs. Ziet u nog mogelijkheden tot een gesprek? Op dit moment niet. En daar kom ik zo meteen op terug naar aanleiding van andere vragen. De heer Schrijver stelt een goede vraag. Is geld het probleem of hebben we een echt probleem? Ik kan alleen zeggen dat geld het probleem niet is.
En het echte probleem zal misschien zometeen duidelijk worden. Dat geldt ook voor de heer Broeren, die zegt het is me niet helder, waarom niet? Het CDA stelt integrale kindcentra. Dat is inderdaad nu wat aan de orde is. Daar is collega Uitslag mee begonnen met de eerste verkennende gesprekken. Misschien is die stap wel te vroeg en dat er beleid voor langere termijn uitgezet zou moeten worden. Maar dan leg ik dat toch even op zijn bordje neer om met een tijdspad te komen, want dat kan ik niet. ChristenUnie, waarom geen onderzoek? Mevrouw Lasje, u leest het goed. Er is een duidelijk verschil in opvatting. Ondanks dat we altijd gestuurd hebben het als uitgangspunt één gebouw, samen delen, samen werken, samen doen, slim gebruik maken van elkaar, is dat op dit moment een brug te ver. En dan kun je wel proberen om nu ijzer met je handen te breken, maar ik denk dat het verstandiger is om daar even de tijd voor te nemen. En voor wat betreft dat het niet zo zwart op wit hier opgeschreven is, dat heeft ook alles te maken met het feit dat je niet wilt dat mensen gezichtsverlies lijden. Mensen moeten op een normale manier uit die gesprekken kunnen komen en ook naar hun achterban verantwoording kunnen afleggen. Nou, dat heb ik gelezen, dat hebben ze op een uitstekende, keurige, correcte manier gedaan. Je kunt ook de confrontatie gaan zoeken, maar dan was het hier heel anders afgelopen. Dat hebben we bewust niet willen doen. Gemeentebelang zegt, wat houdt die concurrentie in? Ja, ik vind dat ook heel moeilijk, want ouders die kiezen voor openbaar onderwijs, die maken daar een keuze in. Anders dan ouders die kiezen voor protestants-christelijk onderwijs of rooms-katholiek onderwijs of welke vorm wij ook hebben. Of een vorm waarin Dalton onderwijs of Jenaplan wordt gegeven. Dat zijn keuzes die mensen maken. Ik denk dat, en dat heb ik net ook al een keer gehoord, dat werkelijke concurrentie in onderwijs, maar dat is mijn persoonlijke opvatting, kwaliteit van het onderwijs is. Daarnaast, en dat realiseer ik me heel goed, zijn er ook levensbeschouwelijke motieven om keuzes te maken. Waarom niet in één gebouw? Heeft dat met schaalgrootte te maken? Nee, dat heeft duidelijk met een verschil in opvatting te maken van kan ik dit aan mijn achterban verkopen, ja of nee? Is het verder dan een afgesloten pad? Dat hoort u mij niet zeggen. Ik heb net al gezegd, op termijn sluit ik niet uit dat er nog mogelijkheden zijn. Maar ik heb het college vindt het verstandig, laat ik het zo zeggen, om daar eerst eens even rustig de tijd voor te nemen en iedereen de kans te geven om nog eens even na te denken. Dank u wel voor de beantwoording. Ik kijk even naar CDA, u heeft wat doorgeschoven naar uw collega aan uw rechterhand. Oh nee, dat is dat tijdspad, sorry. Ik dacht dat u... nee, klopt. Wilt u daar nog op reageren, meneer Uitslag? Ja, natuurlijk. Is al even aangegeven door mijn collega dat we inderdaad voorzichtig begonnen zijn is na te denken over hoe ziet de toekomst van het onderwijs eruit. Begint het bij 4 jaar, begint het al niet eerder. We hebben eerder hier gesproken over VVE. En dat vraagt wel enige tijd. Mensen moeten ook wel die werk kunnen maken. De scholen, de bestuur, daar heb ik nu het eerste gesprek mee gehad, maar de directeuren moeten ook dat eens kunnen verinnerlijken. En daarmee vind ik het ook wijs, en komt er ook mij wel goed uit als inhoudelijk portefeuillehouder, dat we nu even een passende plaats maken en dus de inhoud voorop stellen en daarna de gebouwen de inhoud laten volgen. Hadden we nu het haalbaarheidsonderzoek en dus het bouwen voorop gesteld, dan was dat dus bepalend geweest voor de inhoud die we hadden moeten doen. En dat is wat mij betreft de omgekeerde volgorde. En dan kom ik terug op uw vraag. Dat gaat enige tijd kosten. Ik heb vlak voor deze vergadering nog gehoord dat we een planning moeten gaan maken voor een heel rapport dat we net gekregen hebben. En daar komt hij bij in. En ik durf nog niet te zeggen wanneer ik dat in kan plannen, want u heeft mij genoeg werk opgezadeld, zullen we zeggen. Dus waarvoor dank trouwens.
Dank u wel, meneer Uitslag, voor deze toevoeging. Ik zie het lampje bij mevrouw Lasje branden. Ja, mag ik nog een aanvullende vraag stellen? Want ja, de wethouder die zei van dat idee van om in één gebouw. Maar ik heb de stukken nagelezen en ik heb nergens gevonden dat vanaf het begin het uitgangspunt was één gebouw. Wel samenwerking en allerlei mogelijkheden werden genoemd, maar ik heb nooit dat stukje van één gebouw zoals wat op wit gezien. Dus dat was mijn verbazing ook, dat dat dus blijkbaar al zo vast ligt. Terwijl in de notities tot nu toe dat niet lag. En daaraan gekoppeld een beetje de vraag, wat nu zegt de heer Uitslag over die kindcentra. Maar er zijn natuurlijk meer scholen in het dorp nog dan alleen deze scholen. Dus het is goed om die daar ook bij dat stukje natuurlijk te betrekken. Maar het ging mij om dat stukje van dat ene schoolgebouw. Dat is mij niet helemaal duidelijk. Meneer Van Leeuwen? Ja, voorzitter. Dat is vanuit het college altijd de insteek geweest om dat onder één dak te gaan brengen. En dat zijn wel in de gesprekken altijd is dat het uitgangspunt geweest. Dat wist men ook, absoluut wel. U schudt nee, maar het antwoord is ja. En het lijkt mij logisch dat de wethouder onderwijs zich bezighoudt met alle scholen in de gemeente. Zonder enige uitzondering. En nogmaals, het lijkt ons als college inderdaad verstandiger om het, zoals mevrouw Rameman verwoord heeft, om daar even de tijd voor te nemen en te kijken van nou, welke ontwikkelingen komen er nou op ons af en wat is nou slim om te doen. Is het nou werkelijk zo slim om dat ene gebouw te zoeken of niet? Maar daar zou een antwoord op kunnen komen. Dus dat is eigenlijk de achtergrond van het verhaal. Want als één partij duidelijk zegt ik wil het niet, dan ga ik hem er ook niet in jagen. En inderdaad, ik durf te bevestigen dat we, ik praat met alle besturen van alle basisscholen. Ja, dus vanaf Limmenveld tot en met Leuze en alles wat ertussen ligt. Niet in Luttenberg, nee. Maar laten we even serieus doorgaan. Het is inmiddels 12:10. En komen we aan het eind van dit... Voorzitter, zou ik daar nog op mogen reageren? Ja. Het college heeft net een... visie gegeven. Nee, ik snap het verhaal van de wethouder Uitslag, hè, voor de helderheid. Maar het is natuurlijk ook weer niet zo dat het een nieuw gegeven is dat we na moeten denken en ook dat de schoolbesturen moeten nadenken over de toekomst. Want men heeft een jaar geleden al een intentieverklaring met elkaar getekend. Dus ik neem aan dat daar ook over na is gedacht. En daarom blijft bij ons ook wel de vraag van wat is er nog mogelijk in het middengebied? Dat is eigenlijk even de belangrijkste vraag die we daarmee aan de heer Van Leeuwen hebben. Ondanks dat we nu misschien wat meer tijd nodig hebben, hè, die zien wij ook en dat snappen wij, is er alsnog dan straks de mogelijkheid, mochten er een aantal scholen zeggen, nou wij willen in dat middengebied één of meerdere gebouwen, of hè, die vorm dat is allemaal wat ons betreft, dat komt allemaal later. Maar het gaat ons om die concentratie in dat middengebied en die synergie die er kan ontstaan tussen al die organisaties. Hoe schat de wethouder in, is die mogelijkheid er en verliezen we nu iets, zeg maar? Dat is eigenlijk de vraag die ik heb aan de wethouder. Dank u wel, voorzitter. Meneer Van Leeuwen? Ik heb geleerd, maar overigens zijn we ook zo uit elkaar gegaan bij de gesprekken, dat niets is onmogelijk. En die ruimte is uitdrukkelijk is die nog aanwezig. Maar dat wil ik toch even dan laten afhangen van de uitkomsten van de gesprekken van collega Uitslag. Dank u wel. Dan komen we aan het eind van dit agendapunt. En hebt u uw inbreng gehad waarbij er misschien op termijn een vervolgonderzoek komt, maar afhankelijk ook met wat de heer Uitslag gaat doen met de inhoud voorop stellen om dat verder uit te wikkelen. En dan neem ik aan dat het college de suggesties die u gedaan hebt meeneemt en daarmee sluit ik dit. En gaan we verder met de startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022. Verantwoordelijk collegelid de heer Noten, maar hij is niet, dus hij zal worden vervangen door de heer Van Leeuwen. Deze startnotitie beschrijft het proces dat doorlopen gaat worden om te komen tot het nieuwe integraal veiligheidsbeleid voor de jaren 2019-2022. De notitie is verkennend en procedureel van aard en beschrijft wat het onderwerp is en waarom een traject van beleidsvorming nodig is.
Ook deze in één ronde. En wie mag ik daar als eerste het woord geven? Meneer Veldhuis. Dank u, voorzitter. Dank voor het stuk wat we gekregen hebben. Een helder verhaal, deze startnotitie. U vraagt ons om er kennis van te nemen. Dat hebben we inderdaad gedaan. Ik heb er wel even een paar kleine vraagjes over. Als eerste, de gebiedsscan van de politie. Daarin geeft u aan dat u gebruik gaat maken van de harde informatie van de politie en andere organisaties. Kunt u aangeven wat er met die andere organisaties wordt bedoeld? Daar moet ik aan denken. Zie staan van wie stelt de gemeentelijke visie op de inbreng in de veiligheidsregio? Daar wordt over gesproken in het stuk. Heeft de Raad daar nog een rol in bij het vaststellen van deze visie? En zo ja, wanneer? En zo niet, waarom dan niet? En een technisch vraagje. Wat is het verschil tussen het regionaal coördinatiepunt integrale veiligheid, de RCIV, en de veiligheidsregio? Is dat puur een gebiedsindeling? Of doen ze ook nog inhoudelijk andere zaken? Tot zover. Dank u wel, meneer Schrijver, D66. Ja, ik sluit mij aan bij de woorden die ik net heb gehoord met betrekking tot de helderheid van de notitie. Dalfsen is een zeer veilige gemeente, we weten het allemaal. En uit deze notitie blijkt dat het niet leidt tot achteroverleunen. Ik zie met belangstelling uit naar oktober 2018, wanneer het beleidsplan Integrale Veiligheid Gemeente Dalfsen op de agenda van de Raad komt. Dank u wel, meneer Schrijver. Meneer Broer, Partij van Aarde. Hey, dank u wel, voorzitter. Ik zal het ook kort houden. Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om ergens prettig te wonen. Het is erg mooi dat Dalfsen op dit onderwerp erg hoog scoort ten opzichte van andere gemeenten in Nederland. Echter, de statistiek kan het ene zeggen, maar als je je persoonlijk onveilig voelt, schiet je er weinig mee op. Daarom is het van belang blijvend op zoek te blijven naar verbeteringen om ook in de toekomst op dit gebied tot de top van Nederland te blijven behoren. En het voor zoveel individuele burgers als mogelijk ook zo te laten ervaren. Wij vinden deze startnotitie een goede aanzet geven en zijn benieuwd naar het vervolg van het traject. Aan de slag. Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Kouwen, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, er alles aan doen om de veiligste gemeente te blijven. Niet om die titel van veiligste gemeente van Nederland. Ja, dat hebben we ook niet zelf volledig in de hand als gemeente. Maar wel omdat we het op de Dalfse manier doen. En dat kenmerkt zich door sterke samenwerking. En dat lezen we ook terug in de startnotitie. Samenwerken met professionele partners, maar ook in het bijzonder met onze eigen inwoners. Hè, door de hele gemeente zijn buurtbewoners met elkaar verbonden in WhatsApp-groepen. Zijn er veel mensen verbonden aan Burgernet. En dus is er in veel straten gelukkig nog steeds een sprake van een gezonde mate van sociale controle. Wat ons betreft blijven we dan ook inzetten op samenwerking met de inwoners. Hè, dat is een groot deel van het succes in onze ogen. Als de wethouder naar het huidige veiligheidsbeleid kijkt, ziet hij dan grote verschuivingen. Van de huidige speerpunten is en blijft in onze ogen verkeersveiligheid een van de belangrijkste. Mede door het toenemende gemotoriseerde verkeer, nu de economie weer volop draait en de inzet, juist ook de inzet op het gebruik van de fiets als vervoersmiddel, vraagt het onderwerp om veel inzet. Ten slotte vraagt de CDA-fractie een bijzondere aandacht voor evenementenbeleid. We willen graag bruisende kernen, maar tegelijkertijd ontstaat bij ons het beeld dat de vele voorschriften wel degelijk een struikelblok vormen voor nieuwe initiatieven. Veel mensen die evenementen organiseren. Dus we begrijpen dat hier sprake is van een spanningsveld als het om veiligheid gaat, maar we roepen op om te blijven zoeken naar een juiste balans hierin. Kortom, we kijken uit naar het nieuwe veiligheidsbeleid dat in oktober wordt aangeboden en waar we hopelijk die sterke samenwerking als basis in zullen herkennen. De Dalfse weg noem ik het maar. Dank u wel, meneer Kouwen. Meneer Raamaker, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Nou, Dalfsen, de veiligste gemeente van Nederland, daar zijn we trots op en dat willen we graag zo houden. In het stuk wordt genoemd hoofddoel de burger als veiligheidspartner in de 5 van de veiligheidsregio's die in Nederland werkzaam zijn. Maar onze vraag is wel, hoe veilig zijn we nu werkelijk in Dalfsen? Worden alle meldingen wel gemeld en geregistreerd? Veel bureaucratie maakt aangiftes moeilijker. En ook bekendmaking openbaar maakt aangiften ook wat moeilijker en wat minder. Dus we zijn wel benieuwd wat er precies wat er gebeurt en wat niet wordt gemeld.
De burgemeester heeft twee rollen. Eén als mede-eigenaar van de veiligheidsregio en de tweede als opdrachtgever voor Dalsen. Nou, ik spreek de wens uit dat hij de rol van opdrachtgever, dus als burgemeester van Dalsen, met verve de belangen voor Dalsen vertaalt in die regio. En uit de verkiezing blijkt dat een aantal zaken zijn genoemd. De meest aansprekende is voor ons een betrouwbare overheid. Dat moet de basis zijn om de taken goed te kunnen vervullen binnen die veiligheidsregio. Nou, er werden wat nieuwe trends genoemd. Nieuwe wetgeving woonoverlast, koppeling veiligheid met sociaal domein, aanpak van drugs en hennepfraude en cybercrime, gevaar voor onze veiligheidssystemen die in gevaar dreigen te komen. Nou, daar kunnen we ons prima in vinden. En als er echt wat aan de hand is en echt wat speelt in Dalsen, dan hopen we dat de burgemeester heel direct bij ons de raad meldt wat er gaan is en wat er speelt in onze eigen gemeente. En voor de rest wensen we de burgemeester succes in de veiligheidsregio. Dank u wel, meneer Raamaker. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Een aantal opmerkingen van onze kant. Allereerst dank voor deze startnotitie. Veiligheid is een, zou ik kunnen zeggen, een extreem belangrijk onderwerp. We verdienen ook in deze zin de gefaseerde aanpak. En vraagt ook om actueel beleid. En daar hebben we in ieder geval nu de aanpak voor ons liggen. We zijn blij met de huidige positie van Dalfsen in die lijst. Maar tegelijkertijd realiseren we ons dat het zomaar eens anders kan zijn. En we moeten dus echt ons inspannen om het goede te behouden. We willen graag ten aanzien van de aanpak, zeker de methode, een paar punten meegeven. Allereerst, bovenin de lijst van veiligheidsthema's wordt gesproken over fysieke en sociale kwaliteit. Wij zouden het op prijs stellen wanneer daar ongewenst meeroken als een expliciet thema wordt meegepakt. Ook dat raakt de veiligheid van de gezondheid. Bij veilige evenementen, dat is ook een van de thema's, zouden we graag rekenschap willen geven aan het RKC-rapport wat vorig jaar is uitgebracht. Daar staan ook hele nuttige aanbevelingen in om dat ook een plek te geven. En we worden geconfronteerd met, zoals de pers dat omschrijft, mysterieuze terugval in het aantal incidenten en delicten. De vraag is van waar komt dat nou waar komt dat door? En zou het zo kunnen zijn dat de digitale veiligheid in geding is? En dat criminelen al veel makkelijker in de digitale wereld allerlei pogingen tot inbraak en dergelijke doen dan in de fysieke wereld. En wat ons betreft mag dat onderwerp echt wat steviger in de thema's tevoorschijn komen. We zien wel iets staan van informatieveiligheid. Maar we vragen ons af of dit wel de lading dekt met de verschuiving die we toch menen waar te nemen. Dus we zouden vragen om, aan het college, dan wel de portefeuillehouder, om daar expliciet een punt van te maken. Het laatste punt is inderdaad fijn dat de burger als veiligheidspartner wordt genoemd. Gelukkig. Maar we zouden de bedrijven hier ook graag bij vermeld willen zien. En misschien dat die ook hun rol kunnen oppakken in dit kader. En verder zijn we blij dat we mogen meedoen en meedenken in het meerjarenbeleid van de veiligheidsregio. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Van Leeuwen. Wij kijken rustig mee hoe u schrijft. Ja, het is de commissieleden gegeven om snel te praten, dus dan loop ik iets achter. Integraal veiligheidsbeleid. De heer Veldhuis die zegt nou een gebiedsscan van de politie met harde gegevens en ook andere partners. Waar moet ik dan aan denken? Nou, u zou bijvoorbeeld kunnen denken aan het Openbaar Ministerie. U zou kunnen denken aan de brandweer. Op het gebied van de gezondheid, de GGD. Uitvoerend de RUD, maar die ook wel met harde gegevens natuurlijk kunnen komen. Met name op het gebied van milieudelicten. Nou, dat zijn wat voorbeelden die ik daar zou willen noemen. Dan stelt u een vraag die ik wat van technische aard vind. Een verschil tussen, ik kon dat niet zo gauw meeschrijven, de RK nog wat en de veiligheidsregio. Maar die zal ik u schriftelijk beantwoorden, want dat ging me even boven de pet. En datzelfde geldt voor wie stelt de gemeentelijke visie op. Logisch dat u daar als raad wat van wil zeggen. In mijn herinnering is het zo dat we daar hierover in de raad spreken. Maar voor alle zekerheid ga ik dat ook nog even voor u na.
Dank voor de vriendelijke woorden van de heer Schrijver en de heer Broeren. Het CDA zegt het huidige veiligheidsbeleid, met name wil u het verkeersveiligheidsbeleid meer inzet op hebben. Ik denk dat dat met name iets is voor onze afdeling verkeer. Daar waar het echt extreme betreft, bijvoorbeeld hoge snelheidsovertredingen of roekeloos gedrag en dergelijke, natuurlijk vanzelfsprekend de politie. Maar verkeersveiligheid hebben we ook in ons GVVP benoemd als zijnde vooral een zaak dat we als gemeente gedragsbeïnvloeding moeten uitvoeren. Daar wordt heel erg op ingezet, ook op provinciaal niveau. Het beïnvloeden van het gedrag van de verkeersdeelnemers. Als ik daarvoor op mag reageren, voorzitter. Laat even de wethouder. Dat begint al heel jong, want vandaag is collega Uitslag een aantal basisscholen afgeweest om de verkeersdiploma's uit te reiken. Daar zijn ook de dochter van Gerrit Jan zelfs. Van harte gefeliciteerd. En van Betsy. Zij wel. Ja. Die worden nooit meer onbeklemd titeloos wakker. Ze hebben een verkeersdiploma tenslotte. Alle gekheid op een stokje. De inzet is daar erg op gericht. En natuurlijk, waar dat kan en waar dat nodig is, moet de politie ook ingezet worden op verkeer. Maar het heeft niet hun allerhoogste prioriteit, heb ik de afgelopen 4 jaar geleerd. Daar ben ik ook erg blij mee. U heeft ongetwijfeld in de krant gelezen dat er steeds meer in onze regio drugsafval gestort wordt. Ik denk dat dat de komende jaren voor ons de grote opgave gaat worden. Want het verhuist van Brabant-Limburg via de Achterhoek en Twente naar Salland. Dat is wel duidelijk een lijn. Evenementenbeleid vraagt uw aandacht voor. We hebben als college de leges afgeschaft voor kleine evenementen. Dus dat maakt het al een stuk makkelijker om te doen. En we zijn bezig in Lemelveld om een overkoepelende vergunning af te geven. Zodat ze wat makkelijker en wat vaker daar evenementen op dat Kroonplein, wat we graag meer reuring willen hebben. Dus we zijn daarmee bezig. Gemeentebelangen zegt burger als veiligheidspartner heel goed, heel fijn. En dan vraagt u mij iets waarop ik geen antwoord kan geven. Worden alle feiten gemeld? Wat wordt er niet gemeld? Ja, dat weet ik dus niet. Dat is jammer, maar dat weet ik gewoon niet. Maar dat er een aantal tussen wal en schip vallen en dat mensen ervoor kiezen om het niet te doen, dat is zonneklaar. Dat ben ik met u eens. Mijn fiets is ooit eens gestolen. Ik heb de moeite niet gedaan. ChristenUnie inspannen om goed te blijven. Duidelijk. Heeft u ook gelijk in. Dat is ook het doel van deze startnotitie. U zegt fysieke sociale veiligheid. U zou ook meeroken daarin mee willen nemen. Bij mijn weten, maar dat weet de heer Raamaker beter, is daar met name de VWA de aangewezen instantie om in te controleren in cafés, restaurants en dergelijke. Of heb ik dat verkeerd? Wat van de inspectie zocht u? Roken. Roken, ja. Dat is meeroken. Dat is voor de NVWA, ja. Daar zijn we erg druk mee bezig. Maar goed, daar bent u druk mee bezig. Dat vooral is heel mooi. Maar we kunnen het natuurlijk wel opnemen in het verhaal. Ik zal het in elk geval overdragen. Ja, mag ik me even kort toelichten? Want ik bedoelde niet het roken in cafés en in horeca. Ik bedoelde daar juist buiten. Ik geef even 2 voorbeelden. Als je een sportkantine of een cultuurhuis in wil, word je regelmatig geconfronteerd met een redelijke muur van rook. Hetzelfde geldt voor bus- en treinhaltes. Dus misschien dat we daar iets aan kunnen doen. Ik ga het in elk geval meegeven. U vraagt zich af of dat misschien digitale veiligheid in het geding is. Ik denk dat dat absoluut een feit is. Hoe vaak merk ik niet dat er ingebroken wordt door in computersystemen, door hackers. En dat er een aantal bedrijven of instanties plat liggen. Mag steviger worden aangezet in het stuk, heb ik opgeschreven. Dat geef ik ook even door. En u geeft als suggestie mee niet alleen de burger als partner, maar denk ook over na over bedrijven als partner in het verhaal. Volgens mij heb ik het zo netjes iedereen recht gedaan.
Ik kijk even rond en ik heb meneer Nijkamp de kans gegeven om interruptie te plaatsen. Maar meneer Kouwen heb ik even afgekapt, dus dat wil ik graag goed maken, meneer Kouwen. Nou, vooruit, voorzitter. Dank u wel. Dank met over de reactie over het evenementenbeleid. We zien graag dat daar nieuwe vormen van vergunningverlening plaatsvinden. En als dat in Lemelenveld mocht slagen, dan zou ik ook niet aarzelen om dat elders in de gemeente te verkennen, om daar mogelijkheden te bieden. Dan nog even over de verkeersveiligheid. Ik heb even het integraal veiligheidsbeleid dat we nu hebben bijgepakt. En daar is te hard rijden een van de drie speerpunten bij. Dus ik denk dat het toch een belangrijk punt is en dat het onverminderd een belangrijk punt blijft. Ook gezien de onveilige situaties die er nog zijn in Dalfsen en de hoeveelheid ongelukken die hier en daar plaatsvinden. Dus ik hoop alleen maar dat de wethouder en het niet probleem niet bagatelliseert, maar nog steeds onder de aandacht blijft. En voor mij als wethouder verkeer doet hij dat ook meermalen. Dus ik zie dat graag bevestigd. Dank u wel, meneer Kouwen. Meneer Van Leeuwen. Dank u, voorzitter. Ik denk dat als u morgen of overmorgen het bandje terugluistert, dan zult u mij hebben horen zeggen dat hard rijden nou juist wel een politietaak was. Dat heb ik echt expliciet zo genoemd. Vandaag is er nog iemand aangehouden die 125 kilometer per uur reed op een weg waar hij 80 mocht. En hij reed zo hard omdat hij op weg was naar zijn motorrijexamen. Dank u wel, meneer Van Leeuwen. Meneer Veldhuis. Even heel kort hoor. Meneer Van Leeuwen vroeg zich af van welke afkorting ik bedoelde. Dat was het regionaal coördinatiepunt integrale veiligheid, het RCIV. Oké, mensen. Het is gezegd wat ermee bedoeld wordt. Dit was een informerende ronde. U hebt uw opinie ingebracht, u heeft vragen gesteld, die zijn beantwoord. De wethouder is ook ingegaan op uw opinie. En ik heb daarnaast nog gehoord dat hij twee toezeggingen gedaan heeft. Dat hij schriftelijk terugkomt op twee vragen van de VVD. Dat allemaal gehoord hebben en overschouwd hebben, wil ik dit agendapunt dan ook sluiten. Dan kom ik bij agendapunt 9. Het is inmiddels 11:03. De mensen op de tribune, ik heb gehoord dat u nieuwe medewerkers bent van onze gemeente. Dank voor u dat u zo lang hebt kunnen aanhoren. En dat u er goede zaken mee doet richting de afdelingen waar u werkt. Daarmee wil ik deze commissievergadering sluiten en wens ik u een fijne avond nog voor zover mogelijk.